eigenaar, denk nu eigenaar ook, hè, bij de pop-art, naar in ieder geval denk één bijzonderheid. En daarom is het ook wel verantwoord te roepen, het is een andere tijd. Omdat ik denk dat waar we de hele tijd geroepen hebben, de kunst wordt bepaald door abstractie. Ja, daar denk ik ineens, dat keert het herkenbare keert weer terug. Misschien wel niet in de vorm zoals we dat net eerder gewend waren. Maar ik denk, de schilderijen worden wel bepaald door dingen die we kunnen benoemen. Hè, waar we denk van roepen, dit is dat en dat is dit. Dus al met al, ik denk dat zeg maar een, op het oog neer, zelfs ik denk dat een makkelijker kunst, omdat ze figuratief is. En dan zou je denken, ja, maar dat woord pop art is ook precies bezig om ja, dat makkelijker te illustreren. Hè, pop, denk, we denken al heel snel popular. En dat klopt wel, maar niet in die zin van, denk dat van gemakkelijke kunst. Hè. We zagen de vorige keer al dat het misschien nog wel wat meer moeite kost nou, om denk, naar deze kunst te volgen. Dan denk bijvoorbeeld een verhaal over kleur en vorm en over compositie. Dat zijn van die zaken die je denk, zeg maar, meteen met het oog kunt verifiëren. En dan ook op grond van hoe dat gedaan is en ook nog een beetje uitdenk benoemd wat daarbij de achterliggende gedachte is, al heel snel uitdenk een, ja, een keuze kunt maken. Dit ging net over ja, een hele nieuwe cultuur, of beter uitdenk naar een al bestaande cultuur, die door de kunstenaars uitdenk dat zeg maar zichtbaar werd gemaakt. En dan gaat het over uitdenk de beeldcultuur. En dan roepen uitdenk de hele wereld is nu inderdaad een en al beeldcultuur, hè, de dag van vandaag. Maar je merkt als je naar het nieuws kijkt, als je nu naar het nieuws kijkt, dat je dan denkt, zo'n dingen ziet en dan denk je, ja, is dat wel, is dat, klopt dat wel? Hè? Ja, dat was volgens mij jaren geleden. Denk, zat ik voor het NOS-journaal en dacht ik, nou, dit is gewoon de waarheid. En nu zien we soms uitdenken dat waarheid wordt gemanipuleerd. En dat we soms ineens naar stilstaan bij het feit dat, denken, dat de cameraman, ja, dat het ook iemand is die een keuze maakt. Die denken, ons laat zien wat hij denken, ons in beeld wil brengen. En dat is weer op grond natuurlijk van ja, zijn positie. Ja. Stel dat je nu naar, dat merk je de dag van vandaag, stel dat je nu naar een Russische televisiezender zou kijken, dan zou je een heel ander beeld krijgen. En dan kun je uitdenken dat de Russen uitdenken dat het kwalijk nemen. En zeggen, jongens, uitdenken, maar jullie zijn, uitdenken, worden bedrogen en jullie kennen de waarheid niet. Maar ja, als je dan kijkt naar hoe overtuigend onze nieuwsgaring is, en als je dan daar tegenover uitdenken, daar de plekken, de berichten bekijkt die daar ook de wereld in worden gezonden, en die zijn niet dezelfde, dan kun je ook aannemen dat het beeld is heel krachtig. Hè? Als het met iets in de vorm van een beeld, een tekst, weten we altijd wel, uitdenken, heeft iemand het nou opgeschreven. Maar een beeld daartegen heeft iets onmiddellijks. En daarmee eigenlijk nou ook iets van een soort waarheid. Van dit is, dit klopt. Ik zie toch met mijn ogen dat het, denk ik, dat het klopt. Nou, in de tussentijd dat heeft in ieder geval dit moment in de niet alleen kunstgeschiedenis, maar ook in de cultuurgeschiedenis, ja, heeft daar denk ik vraagtekens bij gesteld. Bij de betekenis van, of beter, bij de denk, leesbaarheid van een beeld als zijnde denk, een waarheid. Het is gewoon een beetje afhankelijk van de context. Als jij denkt, dat, nou ja, dat was denk, vorige week waar we zijn geëindigd. En daar kunnen we mooi op inhaken. Als je denkt dat een vrachtwagen op straat hoort, dan denk 10 tegen dat je een beetje irriteert. Dan denk je, hè, verdorie, denk dat, wat een lawaai, leid me af. Ik word ook een beetje denk dat, hè, afgeleid door denk dat, allerlei geluiden. Zeg eens. Sorry dat ik onderbreek, maar ja? Ik weet niet zeker of ik mijn e-bike. Ik was met Christel aan het vertellen. En daar heb ik, ga snel kijken. Ik ga door met de les, en dat begrijp je. Ja, nee, ja. Sorry, goed, dus denk dat. Dat beeld uitdenkt van de pop-art bestaat dus uitdenkt bij de wetenschap dat iets uitdenkt ja, zeg maar zijn betekenis ontleent aan de context. En ik was eigenlijk inderdaad aan het vertellen over die vrachtwagen en over uitdenken hoe dat geluid van die vrachtwagen uitdenkt op straat naar irritatie oplevert. Maar notabene uitdenkt dat. Het is toch in orde? Ja. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja, want, dan word ik ook weer wat. Wat grote slot. Los, ja, 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 nee, goed, mooi. Goed, nog een keer naar de vraag. Nog een keer, ja, nog een keer naar de vrachtwagen. Ik zou bijna het geluid van het ding gaan maken, hè? Nota bene. Maar goed, ik denk dat dus inderdaad dat beeld wat de vorige keer denk ik bestilstaan. Eigenlijk ben ik nu net bezig om denk dat John Cage nog een keer weer denk op te voeren, want dat was inderdaad waar we de vorige keer eindigden. En die liet wel niet een vrachtwagen denk dat in de concertzaal denk dat ronken. Maar toch, als je het voorstelt, hè, stel je maar denk, Theater het Vrijthof. Denk, dat heeft men ja, een bijzondere voorstelling. Men zet daar denk, dus denk, een vrachtwagen. Nee, dan zet men zoals net hij dat ooit deed. Denk, een grote mooie vleugel, glanzend gepoetst. Keurig denk, geklede denk, een pianist, die komt binnen. En denk, ja, dat hebben we de vorige keer denk, benoemd. Hè, er gebeurt denk, dat niets. En wij zeggen dat nu achteraf. Denk, dat is nu ook naar onze wetenschap. Dat niets gebeurt is onzin. Het tegendeel, ik denk, er wordt ineens van alles nog wat hoorbaar.
wat je normaal niet zou horen. En dat gaat ook over die vrachtwagen. Die klinkt, dat weet je nu al. Hoef ik niet eens laten te horen. Maar als je uitdenkt naar nou, op het toneel, de bühne, dat ding hebt staan. En die begint uitdenken, zeg maar, zijn motorgeluid uitdenken te laten horen. Dan hoort dat gewoon anders dan op straat. Dus de context, uitdenken, is net van belang. Voor uitdenken dat, zeg maar, ook de ervaring van de kunst. En dat roepen we uitdenken, maar dat komt ons heel bekend voor. Want Cage, uitdenken, in een zekere zin mag toch worden genoemd een leerling van die Marcel Duchamp. En weten we ook, uitdenken, die pispot uitdenken dat, zeg maar, in de schap van een of andere winkel zegt niet zo heel veel. Maar uitdenken, geëxposeerd uitdenken in het kader van kunst daarentegen, krijgt dat ineens een hele andere betekenis. Dus die gedachte van Duchamp, beter uitdenken naar het dadaïsme, uitdenken van de jaren 20, dat krijg je eigenlijk net een voortzetting in de pop art. Dus noem je uitdenken naar welke stroming uitdenken, ligt daar een beetje uitdenken als een backup achter, hè? Dan zeggen wij abstract expressionisten, uitdenken, dat zeggen we, ja, dat is natuurlijk het verhaal van Kandinsky. Bij uitdenken pop art, uitdenken, zouden we het liefst toch uitdenken dat even terug in de tijd Duchamp. En misschien nog meer precies, niet zozeer Marcel Duchamp, maar met name uitdenken een Koert Schwieters. En ik weet niet of je naar Koert Schwieters uitdenken dat voor de geest kunt toveren. Een collage maakte hij in de jaren 20. Uitdenken, die bestonden vaak uitdenken bij wat hij ter plekke vond. En dat werd een onderdeel van, uitdenken, net een beeld. Er was niet alleen, uitdenken, sprake van gevonden zaken. Leuk om te weten dat Koert nog eens ooit in Nederland is geweest. En het leuke is dat je, uitdenken, dat kunt zien aan de collages die hij maakte. Want, uitdenken, verschijnt met de regelmaat op zo'n collage een tramkaartje, uitdenken, Den Haag-Scheveningen. Dus dan weet je, uitdenken, ach, dat is een Haagse periode. Maar vertelt ook iets, uitdenken, over de bron waar die uit put. En dat is eigenlijk dat wat obscuur, wat weggeworpen. Wat uitdenken dat niemand uitdenken dat de moeite waard vindt. Dus Koert Schwieters bepleit eigenlijk dat de, ja, zeg maar, wat uitdenken de samenleving weggooit. Dus de jaren 20 is dat nog niet zo heel veel. Maar er ligt ook wel het een en ander in de goot. En dan vind je die kunstenaar over straat lopend, met zijn neus in de goot, allerlei dingen aan het oppakken. Die later uitdenken in die collage, helemaal niet die obscure dingetjes zijn. Niet die snoeppapiertjes en whatever. Maar in die collage worden uitdenken dat, zeg maar, ook, ja, zeg maar, onderdelen van de compositie. En dat woord alleen al, hè, dat maakt ze ineens uitdenken dat boven zichzelf verheffend ook uitdenken kleur en vorm. En zo gaat Schwieters daar ook mee om. Nou, dat is eigenlijk, zeg maar, in de pop art uitdenken, zeker bij uitdenken Robert Rauschenberg, uitdenken doorgezet. Die uitdenken maakt gebruik, ook hij maakt gebruik van wat dan uitdenken Duchamp ooit riep, uitdenken ready-made. Dus hij maakt uitdenken gebruik van zaken die al uitdenken bestaan. Dat doet hij uitdenken heel duidelijk nou, ook met een, ja, met een gedachte. Ik wil niet uitdenken Koert Schwieters uit de jaren 20 die gedachte ontzeggen. Maar uitdenken tegelijkertijd wel roepen uitdenken dat bij Rauschenberg is wel bijvoorbeeld al een gedachte. En zich luisteren uitdenken naar wat ik eigenlijk naar het liefst zou willen. Is inderdaad zo een beetje uitdenken abracadabra klinkt dat. Hè? Hij zegt nou, ik zou het liefst uitdenken de kloof tussen kunst en, ja, en ja, zeg maar, uitdenken de werkelijkheid. Die zou ik willen dichten. Daar zou ik uitdenken tussen het alledaagse en uitdenken de highbrow, uitdenken van de kunst. Daar uitdenken een enorme kloof en ik wil die kloof eigenlijk naar dichten. Dus uitdenken de komst van uitdenken alledaagsheden in de kunst, uitdenken is voor een deel uitdenken bijvoorbeeld al uitdenken bepaald. De jonge kunstenaar zegt, ja, die uitdenken kunst staat veel te ver van de samenleving. Nou, dat kunnen we wel een beetje beamen. Als we kijken naar de ambities van bijvoorbeeld een Jackson Pollock, hè. Die ooit nog eens net riep uitdenken, ik ben de natuur. Nou ja, dat is nogal aanmatigend ook. Maar het staat eigenlijk ook nogal behoorlijk ver van de, uitdenken, de alledaagse werkelijkheid. En denk net een Rauschenberg, en dat hoort denk ik net tot een nieuwe generatie. Je moet overigens een tijdje wel blijven bedenken. Hè, dat uitdenken Rauschenberg net is een kunstenaar van de jaren 50. En Willem de Koning en Pollock zijn ook kunstenaars van de jaren 50. Dus dat zit heel kort op elkaar. En ze kennen elkaar ook. En Rauschenberg uitdenken, heeft zelfs een keer uitdenken, de euvele moed gehad. Op dat moment is de koning al heel erg bekend. Hè? Heeft hij net een keer aangebeld. Heeft hij de hand geschud van meneer de koning. Wat wel leuk is te weten, Tieneke. Is nu kunnen een beetje denken naar een, hè, wat oudere kunstenaar, gevestigd. De jonge vent die uitdenken voor de deur staat. Wat we wel weten is intussen dat Rauschenberg daar met een bepaalde bedoeling stond. Namelijk dat om in één zwieper om uitdenken af te rekenen met uitdenken de koning. Want in hem, uitdenken manifesteert zich uitdenken iemand. Abstract expressionisten zijn echt uitdenken het nieuwste van het nieuwste. En nu is er een clubje opgestaan, jonge gasten, waar Rauschenberg bij hoort. En die zijn eigenlijk net bezig om meteen alweer die kunst naar het verleden te wijzen. En alweer met hun neus vooruit te kijken. Dus de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Moet je uitdenken misschien ook nog, hè? Moet natuurlijk naar niks, hè? Maar dan mag je misschien ook denken aan de jongens van de Shaped Canvases.
Een Kenneth Nolan, Morris Lewis. Dat zijn dus niet uitdenkend mensen die al eerder werkten, maar terwijl uitdenkend zij bezig zijn, zijn ook Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein en natuurlijk Jasper Johns zijn ook bezig met wat wij nu achteraf uitdenken. Dat je roept dus eigenlijk, als je zo die jaren 50 kijkt, hè, dat het een hele spannende tijd is geweest, waarbij uitdenkend niet dingen achter elkaar plaatsvonden, maar heel vaak nog in een zekere zin in gelijktijdigheid naast elkaar manifesteren. Dus dan verandert. Maar ja, goed, dat verbaast ook niet toch, hè, dat het verandert. Want de wereld is bepaald door die Tweede Wereldoorlog. Die is nog maar net voorbij. En we hebben natuurlijk, zou je zeggen, een beetje vergelijkbaar met nu. We hopen dat het dus weer zo'n periode gaat aanbreken. Hè, dat ook na deze, dat dit diepe dal, we weer met een revival te maken hebben. Van energie op zijn minst. Hè. Maar dus na die oorlogen, dat likt men wel de wonden. Maar dan is ook optimistisch bezig om het naar de toekomst te krijgen. Een Vrede der Naties bijvoorbeeld is daar een illustratie van. Dat hele programma, ruimtevaartprogramma, is daar een illustratie van. Hoe ineens toch de wereld bevat kan worden door de gedachte van vooruitgang. Dan mag je dus eigenlijk niet twijfelen dat in de kunst het een als het ware over het andere heen rolt. Dus dat heeft niet een lange tijd nodig gehad en daarna volgt het naar het andere. Maar dat is heel snel achter elkaar zich allemaal tegelijkertijd aan het manifesteren. En dan zou je zeggen, in de jaren 60 kristalliseert dat wel uit. Maar in de jaren 50 wordt eigenlijk naar het fundament gelegd. Nou, dat is even zo'n schets van van de tijd. Bijzondere periode, zou ik willen roepen. Komt ook heel dichtbij ons. Hè? We hebben het wel niet inderdaad zelf meegemaakt, maar ja, we hebben wel een generatie achter ons. Die dat kinderen zijn van die tijd. En die je nog zou kunnen bevragen over die periode. Dus de getuigen zijn er nog. Hè, zou je kunnen zeggen van, ja, niet zozeer deze kunst, hè, maar wel van die verandering waar we het over hadden. Dus dat maakt dat maakt volgens mij dat die tijd, we denken ook pop art vaak, denk ik, de jaren 60. Maar ja, het is eigenlijk eerlijkheidshalve, toch de jaren 50 waarin de pop art naar ontstaat. We hebben ook benoemd, de origine van de pop art ligt nu in Engeland. Tenminste, als je wilt zoeken naar wanneer wordt dat. Men wijst dan altijd naar op dit woord en dit. En zegt dan, ja, dat is de reden waarom het pop art is genoemd. Nou, dat is natuurlijk een onzinnige gedachte. Maar het woord intussen is ook voor ons wel duidelijk bezig. Omdat die Rauschenberg eigenlijk net wilde. Hè? Die zei, ik wil eigenlijk dat de kloof tussen werkelijkheid en kunst dichten. Nou ja, pop art is een soort in één woord samenvatten van die ambitie. Dus popular wil niet zozeer zijn dat kunstenaars, dat hebben we al benoemd, hè. Je kunt het ook voorstellen dat mensen niet meteen staan te juichen in die periode. Hè? Want dit voldoet niet aan het kunstbeeld. In alle opzichten is het eigenlijk dat veel mensen ook geen kunst. Want het is ready-made allemaal hier. En ja, de ware kunst bestaat bij die creativiteit, dat unieke, dat originele. Nou ja, aan deze print is niks origineel, ja, behalve naar de samenstelling. En daar kunnen we bewondering voor hebben. Maar alles wat hier zich presenteert, kan niet buigen over op de vaardigheid. Het is niet een dat denk je, wauw, wat kon die man goed schilderen. Of indrukwekkend zijn kennis van anatomie. Of heel speciaal hoe die dat perspectief. Nou ja, dat laatste moet er toch inderdaad een beetje bepleit. Want dat is nou net het raffinement van deze plaat. Hè? Dat alles zo coherent, hebben we de vorige keer benoemd. Alles is in de goede maat. Als is ook op de goede plek. Je hebt niet een moment dat je denkt van, hé, hier wringt het perspectiefisch. Of je hebt ook niet een moment dat je denkt van, ja, dat is eigenlijk, ja goed, die lolly, daar roepen we die is een beetje te groot. En dat blikham, dat heeft nu een dimensie die niet helemaal strookt met de werkelijkheid. Maar je zou dat kunnen verstaan als een soort knipoog in de richting van de consumptiemaatschappij. Hè? Ik bedoel, dit is nog geen tijd, dat gaat nog komen, hè. Dat mensen op zaterdag met volle boodschappenkarretjes de winkel uitkomen. Nee, dat begint nu te gebeuren. Dat gaat nu plaatsvinden. Dat die welvaart, hè, die in eerste instantie naar Amerika zo snel post heeft gevat, nu ook overwaait, ja, naar Engeland. En wat ligt er dan in de kiosk? Eigenlijk naar dezelfde overdaad aan tijdschriften. En wat zijn die naar tijdschriften dan weer? Een overdaad aan plaatjes aan het leven. Dus dat misschien hebben net als wij, hè. Denk met onze mobiele telefoon hebben we niet stilgestaan bij wanneer dat ding voor het eerst werd gebruikt. En nu ineens, en dat kijken we terug en denken, wauw, was het nog maar zo kort geleden dat ik het net voor het eerst, überhaupt een smartphone. En je merkt eigenlijk in de volgende generatie ook, hè, die kunnen, of in de achterliggende generatie, die hebben dat momentje net gemist.
En dat heeft nu, denk ik, ja, voor vele denk ik, ouderen, hè, heeft dat meteen enorme consequenties. Dus, nou goed, hoe dan ook, inderdaad een cultuur die dus naar afscheid neemt van een enkelvoudig kijken. Je zou roepen, denk, al is dit wel renaissance, toch denk, is het toch wel meteen een belichaming van een bepaald ideaal. Een ideaal van overzichtelijkheid, een ideaal van meetbaarheid. Denk ook een ideaal van denk, één verdwijnpunt. Ja, dat is natuurlijk voor het perspectief van belang. Maar je zou roepen, denk lange tijd is ons kijken ook nogal monomaan geweest. Of nogal monotoon geweest. Nou, daar hebben we de vorige keer even bij stilstaan. Het perspectief begint letterlijk onder onze ogen te veranderen. Maar het is meer dan alleen maar het perspectief. Kijk, het is zoals die Hamilton ons presenteerde. Langzaam bewustzijn van dat kijken niet bestaat bij een eenduidigheid. Maar dat kijken een heel dynamisch fenomeen is. Waarbij je voortdurend als het ware weer nieuwe betekenissen krijgt. Door dingen van een andere kant te kijken, letterlijk en dat spreekwoordig. Bekijk is iets van een andere kant. Kijk je ook op een andere wijze naar de werkelijkheid. En niet zozeer dat Hamilton naar ons nu allerlei kanten, want het stilleven zelf, dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Dat is eigenlijk een heel teleurstellend, niet een teleurstellend schilderij, maar wel nogal monotoon onderwerp, stilleven. Dat zou zelfs in het stilleven uitbundiger kunnen. Maar het is de wijze, juist door die monotomie van het beeld, ook wel naar meteen gewaar zijn, dat het dat steeds net iets uit een ander perspectief verschilt. Hij betwijfelt dus dat oude perspectief. Dus je gaat een wereld teloor. Hè? Je gaat definitief zijn einde bereiken. Hè? Dat perspectief van de renaissance. Nou, in de Pendleton Group hebben we stilstaan, McLuhan hebben we stilstaan. We hebben dus even stilstaan bij dat het uiterlijk iets zegt over het apparaat. Nee, het zegt iets over wat de uitstraling van het apparaat net wil zijn. De vormgeving is snelheid. Nou, we hebben daar benoemd, we hebben daarbij stilstaan. Ik laat hem maar even naar het passeren, een beetje naar het soort, hoe zeg je dat, reminder of even terugkijken naar vorige week. Ik vind het altijd een mooie, ik hoop dat jullie het ook vinden. Scherpte, onscherpte, waarheid, geen waarheid. Dus je merkt intussen dat de vormgeving is ook betekenisgevend aan de inhoud van het beeld. Het beeld is min of meer hetzelfde, maar we kijken dan naar twee foto's. En de een werd na lange tijd naar deze begrepen als een leugen. Dat kon niet waar zijn, dat je zo scherp. En de andere krijgt dan meteen het predicaat naar de waarheid mee, omdat we... Ja, natuurlijk, op de maan zijn we ontzettend ver weg. En wat ver weg, en dat is onscherp en troebel en whatever. Dus dan krijgt dat een waarheidsgetal. Een beetje raar, want dit is de meest realistische foto. Hè? Als je het over waarheid, werkelijkheid, dan is deze, zou je kunnen zeggen, degene die we daarvoor zouden willen kiezen. Dus het medium is de boodschap. Hè? Wordt eigenlijk hier een beetje mee geïllustreerd. Het is een beetje een gevleugelde uitspraak geworden. Maar we kunnen er zometeen goed mee uit de voeten als we... Kijk, context ook, hè. Wat is hier nou werkelijk? Als je realisme wilt aanwijzen, dan is dat broodrooster. En dan niet het rooster, maar die metalen plaat. Van dat broodrooster, dat is reëel. De rest is illusie. Maar je merkt wel dat Hamilton speelt met die twee hoedanigheden. Het rooster wordt zo plat aan ons gepresenteerd, dat je bijna willen spreken in schilderachtige termen over dat metaal. Kijk eens hoe mooi, gewolkt hij dat? Ja, niks. Hij heeft niks gemaakt. Dit is gewoon metaal. En dat heeft die wolkerigheid door de weerspiegeling. Er wordt niks gedaan. Maar je merkt wel, en dat maakt het zo bijzonder, dat tussen dit en dat, er bestaat ineens een verband. We verbinden dat met elkaar. En dat is ook het een informeert het ander. We lezen de betekenis van het een, ook in het kader van dat we dit schilderachtig noemen. Ik zie niemand in zijn eigen keuken stilstaan bij het broodrooster. Wauw, wat schilderachtig. Maar in de context van de schilderij daartegen krijgt het ineens een hele andere dimensie. Dat geldt ook voor dit. We hebben het over gehad. Het stelt natuurlijk ook een heleboel vragen over waarde van kunst. Hoeveel moet iets kosten? Wat is wat maakt dat iemand roept dit is mooi? Nou, Hamilton brengt natuurlijk de mensen in verlegenheid. Door dit ook echt een muziekinstallatie, daar hebben we de vorige keer over gehad, een echte muziekinstallatie te laten zijn, waarbij je ook de knoppen kunt aanzetten, ook naar de muziek kunt horen. Dus wat is hier dan de kunst? En waar eindigt dat? En wordt hier ook een ready-made aan ons gepresenteerd, zoals we die bij Marcel Duchamp al tegenkwamen? Alleen eentje die
Ja, die verder gaat door uitdenkfunctionaliteit. Nou, dan komen we uitdenkbaar Rauschenberg, we hebben even net met hem kennis gemaakt, door hem inderdaad in dit gezelschap te plaatsen. En dan was ik uitdenken net van de week weer uitdenken bij mensen aan tafel, die hadden het weer over uitdenken net die prachtige dans uitdenken net activiteiten die in Maastricht hebben plaatsgevonden. Nou, ik schaam me ter plekke. Nee, we hebben spijt en we willen uitdenken, volgend jaar ga ik absoluut naar de zaak bijhouden. Maar het is helemaal aan me uitdenken voorbij gegaan. Maar het gaat natuurlijk om die man daar in het midden, Merce Cunningham. En misschien in een zekere zin, hè. Ik mocht uitdenken voor mijn huis nog even een kleine dans uitdenken dat vorige week net zien, hè. Maar uitdenken, als je het hebt over uitdenken, iemand die de dans uitdenken heel duidelijk naar een wending is, die Merce Cunningham. Cunningham is uitdenken, zeg maar, ja, uitdenken is al wel uitdenken belegen en voorbij. Maar goed, uitdenken dat hij bijvoorbeeld, hè, om eens uitdenken iets aan te halen. Dat hij bijvoorbeeld uitdenken met een, met, ja, dan zul je net roepen, dat wil ik dan wel eens zien, met een stoel op zijn rug heeft gedanst. Nou, eigenlijk is daarmee gezegd, doet uitdenken Cunningham, uitdenken in zijn ballet, uitdenken, iets wat uitdenken ook Rauschenberg voor ogen stond. Hij bracht namelijk in die wereld die zo esoterisch, zo verheven, uitdenken zo buiten de werkelijkheid stond, bracht hij uitdenken ineens naar de werkelijkheid binnen, in notenbenen gedaante, van een gewoon bestaand uitdenken object, een stoel, notenbenen. Dus dat idee uitdenken van uitdenken die kloof te dichten, dat uitdenken slaan van die brug, hè, nou, uitdenken naar ook de uitdenken werkelijkheid. Nou, Cunningham hier in het midden, John Cage uitdenken. Dit zijn de vrienden van Robert Rauschenberg. En Rauschenberg uitdenken aan de rechterzijde. Dus uitdenken dat hij komt uitdenken in een kring terecht. Nou, uitdenken hij ontmoet en daar gewoon simpel uitdenken dat gelijkgestemde geesten. Nou, dat is uitdenken niet zo slecht nou, om daar even uitdenken bij stilstaan. Pop art, we hebben benoemd, hè. En dat blijf ik nog een keer weer doen. Uitdenken de jongens die net uitdenken ons stonden aan te kijken. Die maken de indruk, uitdenken, nou hè, kom maar op. Of beter, uitdenken, we gaan het doen. Maar uitdenken op datzelfde moment zijn de andere jongens. Hè. Die zijn niet dood, die zijn niet voorbij, die zijn niet passé, die horen niet bij het verleden. Maar die zijn nog net zo, uitdenken, zeg maar, ja, net zo aanwezig. Hè, uitdenken, het mooiere werk van Newman moet nog ontstaan. Hè, uitdenken, in die zin, Mark Rothko, uitdenken, dat zal nog heel veel, uitdenken, hele fraaie schilderijen maken. Dus als uitdenken dat Rauschenberg, de popart, zich manifesteert, dan is dit uitdenken ook realiteit in de kunst. Dat moeten we misschien net een beetje uitdenken neerzetten, om vooral onder de indruk te raken van uitdenken de, ja, de vitaliteit. Hè? Je zou zo makkelijk hebben kunnen meeschilderen met deze uitdenken nieuwe kunst. Je zou zo makkelijk ernaar kunnen blijven uitdenken doorgaan op door deze mannen uitgezette koers. Maar er komt meteen een reactie. Wordt meteen uitdenken op uitdenken geageerd. Nou, het leuke is dat we dat ageren uitdenken kunnen situeren. Het is wel niet het enige, maar dat kunnen situeren in dat bezoekje van die Rauschenberg aan de koning. Dus de uitdenken dat nog niet eens echt gevestigde. Uitdenken dat wilde beest en wat Willem de Koning is. Die uitdenken dat heel uitdenken expressief uitdenken in zijn atelier uitdenken zijn schilderijen. Maar krijgt bezoek van een jonge kunstenaar die... Het denken dat suggereert een bewonderaar. Nee, een bewonderaar is, niet suggereert, is. Maar ook meteen het denken zijn eigen koers inslaat. En dat doet hij met dit dingetje. Dat doet hij met dit dingetje. Dus een tekening. Het denken, de tekening zelf stelt eigenlijk net niet zoveel voor. Beter, stelt niet meer zoveel voor. Stelt niet meer zoveel voor. Hij stelde wel wat voor. Dit was notabene een tekening van Willem de Koning. Dit was een tekening van Willem de Koning. En uitdenk Rauschenberg uitdenk vraagt aan Willem, mag ik een tekening? Nou, in 1953 dan een tekening van Willem de Koning vragen, dat is eigenlijk al vraag om geld. Want dat ding brengt wat op, dat is wat waard, dat heeft uitdenken betekenis. Dat is iets. Nou, uitdenken, in de tussentijd net zie je dan uitdenken dat dit geen tekening meer is. Maar hieronder staat ook uitdenken wat er gebeurd is. Dit is een erased de koning drawing. Dus een uitgegumde tekening van Willem de Koning. En dan staat nu wel bij, denk ik, de maker van deze denk ik, dat, uitgegumde tekening. En dat is een Robert Rauschenberg. Die denk ik, dat, een beetje opstandig, een beetje provocatief. Hè? Niet helemaal uitdenken, zeg maar, de koning is niet boos. Hè? Bedoelt hij niet zo dat denk ik, nu hij zich... Maar denk ik, anderzijds, het is denk ik, wel een teken aan de wand. Hè? Dat, denk ik, het is ooit wel gezegd dat hij uitdenken dat... ik weet niet of jullie wel eens net geprobeerd hebben te gummen... Ja, neem ik aan, hè. Stelt altijd een beetje teleur. Ja, het stelt altijd een beetje teleur. Want dan kun je nog wel een tijdje doorgaan, maar je voelt ook wel dat je denk, een gevaar gaat lopen dat je door het papier heen gumt. En je merkt tegelijk dat het denk, nog niet helemaal verdwenen is. Dus dit is geen sinecure, laat ik het zo zeggen. En dan bepleit ik het naar de ambachtelijkheid.
Was natuurlijk wel, ik denk dat een heel twijfelachtig bepleiten. Maar hij heeft heel veel moeite gedaan, omdat, zeg maar, giga veel moeite gedaan. Om, denk dat, ja, om die tekening uit te poetsen. En dat is hem bijna gelukt. Als je nader kijkt, dan zie je nog wel, denk dat wat. Ik ben zelfs genegen om af en toe eens naar, met een heel ander blik te kijken, Marou. Gewoon eens te kijken, wauw. Denk dat, hè, wat mooi was die tekening. Als de mensen uitdenken een beetje een beeld van de koning, dan ben je bezig om op dat lege veld nog iets van de koning te projecteren. Die zit er als het ware nog een beetje in. Maar de mooie afscheid van de oudere generatie. Wat heet oud, hè? Die mannen zijn nog net uitdenken, die zijn nog maar net bezig. Komt een jonge gast, die is uitdenken al bezig om je uit te gummen. Uitdenken van toneel te doen verdwijnen. Al uitdenken, ja, mooi woord in het Duits vind ik, auszuradieren. Uitdenken zeer definitief en net terzijde schuiven. Bedenk goed, dit is een daad, dat is natuurlijk een beetje dadaïstisch, hè? Want dat kennen we denk, uit de jaren 20 ook, deze acties, om denk, zeg maar, een toon te zetten. Denk, het is een kunstenaar, Rauschenberg, waarvan je zometeen roept, hij heeft meer denk, bewondering voor de koning dan we denk, op het oog van deze tekening hebben mogen constateren. Maar hoe dan ook, nou, dit, is een, ja, dit is een begin. Nou, dan denk, zoomen we meteen in op één van zijn eerste werk. En dus na 1955, zijn we iets verder in de tijd. Dat Rauschenberg naar dit maakt. Nou komen we denken dat alleen al vandaag in moeilijkheden bij dat woord maken. Maar daar waren we al een beetje denk mee aan het haspelen. Want ik denk dat bij Hamilton hadden we ook net zoiets. Ja, wat heeft hij nou eigenlijk hier gemaakt? Hè? Al die onderdelen, die heeft hij eigenlijk nog gewoon uitgeknipt. Dus dat heeft hij niet gemaakt. En dat geldt bij Rauschenberg ook, maar die gaat wel iets verder. Het ding heet, maar misschien had je dat al wel gezien. Het ding heet bed. Bed. Gewoon bed. Gewoon bed. Dus denk niet bad en niet kwaad of denk nee, nog veel banaler, gewoon wat het is, bed. Gewoon bed. Het is een bed. Het is een bed. Kijk maar. Het is een bed. Het is een bed. Ja, dat is een beetje een lastige. Want ik denk dat het is ook inderdaad een kunstwerk. En denk, al is een bepaald deel aan het roepen, ik ben een bed, een ander deel daar denk, is daar mee in strijd. En dat andere deel roept, nou, ik ben een kunstwerk. Wel moeilijk is dan daarna denk, te definiëren wat het precies is. Want het lastige van dit bed is dat het denk, dat ook echt, ik bedoel, je zou het neer kunnen leggen en dan zou je ook denk, echt een bedervaring kunnen hebben. Ik bedoel, mee, je kunt er denk, op liggen. En dat is een kussen. Waar je ook in daadwerkelijk je hoofd, denk, tenminste, denk, laat ik het zo zeggen. Denk, even van de zijkant, hè, even, zo ziet het eruit. Waar je hoofd denk, ook daadwerkelijk op kunt neerleggen. Dus denk, het een is waar, maar het ander is ook waar. Het ander is ook waar. En ja, we zijn natuurlijk nog in het hoofd voor bezig. Om dan denk, stil te staan bij, denk, dat bij ja, misschien wel bij de. Het illusionisme van het Engels van Rauschenberg. Hè? En dat is dan, denk ik, die quilt daar beneden. Maar die is echt. Die is echt. Die is niet het Engels van Rauschenberg. Die heeft hij, denk ik, dat zeg maar. Nou ja, wat denk ik, dat dus Kurt Schwitters, denk ik, met een tramkaartje deed. Dat doet Rauschenberg, denk ik, met bijvoorbeeld, denk ik, met een quilt die hij, denk ik, aan de kant van de weg vond. En die neemt hij mee, denk ik, naar huis. Hij heeft, denk ik, dat. Ja, niet dit schilderij, maar hij heeft schilderijen gemaakt waarbij hij zei, dat 's ochtends vroeg, ik loop uit huis. Hè. En ik leg me op, denk ik, dat ik denk in, hè, dus niet meer dan dat, hè, niet meer dan dat. Maar één, denk wandeling om het blok heen, dus om het huizenblok waar hij denk, zijn atelier had. Denk, moest hij denk, toch denk, materiaal denk, hebben voor zijn schilderij. Wat zegt ons dit? Nou, ten eerste, denk dat het ontbreken van een plan. Want denk, hij roept, nou, ik ga een wandeling maken. En dan denk ik, zoals deze quilt, dan pak ik denk, zeg maar, hier en daar hetgeen wat mij, hè, wat mij beweegt. Dan kun je nou niet bijvoorbeeld denk, dat weten wat er allemaal ligt. Dus je bent ontvankelijk voor denk, de mogelijkheden. En dan vooral denk, ook naar de, ja, zeg maar, dus naar de vormmogelijkheden. Nou, in dit geval daarentegen is het meer precies toch inderdaad duidelijk dat ja, die denk, quilt denk, dat de bedoeling had naar een bed te zijn. De maat van die quilt is gewoon de letterlijke maat. Dit is ook daadwerkelijk de maat van ons. Dus er zit geen schaal. Verkleining of vergrotingen. Ik keer nog even terug. Je ziet daar de mensen daar. Ik denk, dit is werkelijk een bed. Dus het kan, ik denk, zonder enige twijfel, niet net met een soort relativering, maar het kan, ik denk, zonder twijfel aanspraak maken, ik denk, op, ik denk, het één te zijn, een bed, maar ook een ander te zijn. Want als het aan de muur hangt en het bestaat bij, ik denk, bij verf, dan is het een schilderij.
Ja, denk, en dan komt nog iets anders tussen beiden. Een beetje lastig. Het is ook een beetje een relief. Dus het heeft ook nog denk, zeg maar, een bijna ja, sculpturale, denk, in ieder geval een ruimtelijke dimensie. Dus dat maakt het lastig eigenlijk. Of beter, dat verenigt. Je ziet wel, het is niet helemaal zonder denk, esthetische overwogenheden. Want die quilt is nu al bijzonder. Maar werk je dan met ander materiaal als papier hier? Ja, zeker. Ja, nee, met echt materiaal. Dus een echt kussen. Nee, maar dat het ook snel met stof is. Ik dacht dat het passages ja. Alleen papier was. Nee, dat maakt natuurlijk... In een zekere zin zou je zeggen, net, verhevigt die de collage. Want in de jaren 20 allemaal, zo een beetje... Dat krijgt nu, denk ik, dat alles, dingen, stoelen, zonder enig probleem, ladders, whatever. Je kunt niet zo gek denken. Het kan een plekje krijgen, denk ik, op het schilderij. Dus hij is niet alleen de kloof tussen, denk ik, werkelijkheid en kunst aan het dichten, maar hij is bij het gebruik van dit soort zaken ook echt de kloof, denk ik, aan het dichten tussen, denk ik, ruimtelijk en plat. En dit is, denk ik, in eerste instantie op het oog, op afstand plat. Maar nader gekeken, denk, je kunt er dus, als het goed is, dat moet je niet doen, hè. Maar je kunt er gewoon achter, hè, met je hand. Ja, nee, dat kijk, en dat is, ik denk, ook een beetje de illustratie van dat, denk ik, de context waar je in iets ziet, denk ik, ook het maakt hoe je er tegenaan kijkt. Want ik denk dat we met z'n allen nog, denk ik, kijken naar een schilderij. Ja, omdat het in deze lessen gebruikelijk is, dat op die wand, denk ik, worden schilderijen geprojecteerd. En dan wordt het wat lastiger om te moeten aanwijzen dat het dus, denk ik, dat het dus allemaal tastbaar is. En er zijn mensen die denk, roepen, wauw, die Rauschenberg, hè. Wat mooi heeft hij dat gecomponeerd. Hè? Die, is dan, denk, die zijn dan bezig ineens naar te onderscheiden. Kijk, dat maakt hem misschien ook wel bijzonder, maar dat is niet denk, uniform, machinaal, denk, het fabriekswerk, denk, allemaal hetzelfde. Nee, denk, die quilt is nu ook denk, zeg maar, voor een deel bepaald door de gedachte van variatie, verscheidenheid. En dan zijn we eigenlijk aan bezig een terminologie te hanteren, waarvan de quilt nooit had gedacht dat hij dat nog eens uiteindelijk zou moeten horen. Dat hij zou bestaan bij verscheidenheid en bij het mooi kleurgebruik. En dat zijn we kijken natuurlijk met de blik van de kunst. En als dat de blik is, dan denk ik, treft dat niet alleen het bovenste deel. Hè? Je merkt dat maakt absoluut denk, onmiddellijk denk, naar het aanspraak op kunstzinnigheid. Hè? Kijk, dat is, daarboven eigenlijk is dat, ik zal eens even inzoomen. Het is nu een beetje Willem de Koning. Hè? Zoals Willem de Koning uiteindelijk het schildert. Maar het is wel, denk ik, dat niet die gedrevenheid. En Rauschenberg zegt, ik ben de natuur of dat door mij spreekt. Ik denk, nee, het is denk ik, ook gewoon, hè, het schilderen krijgt een relativering door de context. We zijn overigens en onmiskenbaar. Hè, hoe weinig heb je ervoor nodig? Dat blauw bijvoorbeeld, Wilma, daar, denk, aan de rechterkant. Hè, ik, ja, 10-1, ik denk altijd aan water. Ik kan er helemaal niks aan doen. Maar, ja, en daarboven dat kussen... Ja, dat ervaar ik dan toch. En ook doordat het een kus is, en ook door die tinten, dat wat donkere, zwaarder. Ja, dan denk ik altijd aan een landschap en iets van een steenformatie, zoiets. Dan merk je de context dus heel bepaald voor het kijken. En je verbeelding gaat, is eigenlijk bijna getraind, zou je kunnen zeggen, om denk, in het minste of geringste verf, hè, om daar denk, meer in te zien. Ja, goed, denk, dit in zijn totaliteit. Ja, straft alles denk, van dat soort denk, romantiek in het af. En brengt je weer met beide benen, denk, nou ja, je zou kunnen zeggen, dat, ja, op de grond. Hè? Werkelijkheid, denk, onmiskenbaar, bestaande bij. Het totaal is ook een werkelijkheid. Het is dus abstract, hè? Maar denk, ik zou geen denk, ding kunnen denken wat figuratiever is dan dit. Want het is niet een illusie van iets, maar het is het gewoon. Het is een bed. Dus hij weet denk ik, niet alleen de kloof tussen werkelijkheid en kunst, maar ook de denk, enorme denk, dat, ja, kloof tussen denk, abstractie en realisme. Dit is abstract, maar het is ook denk, zeg maar, hyperrealistisch. En dan niet in het feit dat hij denk, dat in een illusie ons een bed... Nee, hij geeft ons echt een bed. En dat is eigenlijk waar we het denk, over hadden. Ik denk het medium is de boodschap. Dan zou je denken, ja, hoezo nu denk, in dit geval dat aangehaald? Maar goed, het museum is nou ook een soort kijkmachine. Hè? Als je een museum binnenkomt, dan is dat bepaald door traditie van kijken. En ook bepaald door verwachting. En als dat denk, de verwachting is, mooie denk, schilderijen te zien, dan kijk je dit toch anders dan denk, dat... Ik ben ook bang, hè. Als nu denk, een of andere onverlaat, dus denk Museum of Modern Art, zullen geen onverlaten rondlopen. Hè? Maar je kunt het je wel voorstellen, dat wisseling van de wacht. Ach, doe jij vandaag maar depot.
En dan zie je diegene die het depot denk, doet, die heeft nogal denk, een netheidsdrift, hè? Beetje opruimerig. Denk, nou, dat kan wel weg. En dan zo gauw de deur verlaat van het museum en denk, aan de straat bij die lantaarnpaal staat en denk, naast al dat andere vuil, dan moet ik bang worden dat denk, de vuilnismannen denken, nou, de Mona Lisa zal het niet overkomen, voor alle duidelijkheid. Maar dit daarentegen, dat, ja, zonder de context, denk, gaat dat meteen denk, gebeuren. Dus daarmee denk, zeg je ook, en net Rauschenberg, en dat is er wel in geslaagd om denk, die, ja, die kloof te dichten. Of beter, denk, de spanning juist te creëren. Dus die absolute denk, verscheidenheden van abstract en werkelijk. Nou, dat doet hij, denk, dat doet hij niet. Ja, ik zoom er even in, hè. Je zou ook denken dat verlekkerd kunnen kijken naar denken dat het patiné van... Ik bedoel, mee, de quilt heeft nu zeg maar zijn tijd wel gehad. Hè? Daar is wel iets aan voorbij gegaan. Ik zou ook vaak denken dat een beetje... Nou, wauw, het ziet er wel heel schilderachtig uit. Maar er is niks schilderachtig aan. Dat is allemaal uitdenken, zeg maar, ja. Nou goed, Willem de Koning. Even de quilt. Komen we uitdenken het voorbij. Ik slag even het over. En dan komen we natuurlijk bij de referenties, hè. Want Rauschenberg zijn daad is niet anders dan een voortstelling van de gedachten van Duchamp. Ze zijn ook bevriend met elkaar, hè. Dus Duchamp, uitdenken de ouderen, de echt ouderen. De voorganger, uitdenken als je uitdenken daar even een soort kerk wilt noemen, hè, dan is Duchamp de voorganger. En dan uitdenken, heb je daar een hele groep mensen, jonge mensen, die uitdenken, in navolging van hem de gedachten verder, gedachte verder uitbouwen. Dit is Koert Spieters. Dit is uitdenken, waar we het uitdenken, net over hadden. Hè, over die jaren 20, over die collages. Het probleem bij deze is wel dat die veel te groot wordt geprojecteerd. Er zijn veelal hele kleine dingen werken. Nu wordt het monumentaal. Hè? Je kunt het misschien net een beetje, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar je het kunt aflezen. Ja. Nou, het zijn niet echt meteen een stukje golfkarton, heb je wel denk ik, tussentijd gezien. Hè? En dat heeft nu wel de fascinerende, denk, als je met je hand over het geheel heen gaat. Dan wordt het golfkarton denk, een tastbaarheid, dan voel je het heel duidelijk. Maar denk, in de schilderij daar, denk, lijkt het een soort venster te zijn. Getralied en wel, wat ons denk, het zicht geeft op iets daarachter. Maar dat komt door, denk, dat komt door, deze, ja, door deze verf. De Schwieters heeft denk, gewoon met verf ja, dingen denk, iets van hun werkelijkheid ontnomen en denk, gemaakt tot een abstract, een onderdeel van een abstracte compositie. Maar dat komt wel, kijk, dat is de grap natuurlijk, net als bij Rauschenberg moet je ook denken, nou, dat is humor, hè? Dat is denk, ook iets van het leuke. Er staat net bijvoorbeeld bij deze plek, ik meen dat het uiteindelijk een stukje van een kurk was, hè, staat nabel, hè, denk navel. Ik denk, er zitten ook wel momenten van, denk van kijk, dit is Rauschenberg. En die zet dus die gedachte voort, of beter, ik denk, ja, Wilma, hij zet hem verder, hè, letterlijk. Ik denk dat het schilderij, ik denk, wat is het nou? Nou, in ieder geval, denk een schilderij waar je ook kunt zitten. Welk schilderij kan dat van zichzelf beweren? Dat je het ook op plaats kunt nemen. Dat moet je in het museum niet doen, hè? Maar die stoel is een onderdeel van denk, het schilderij. Dus de abstracte, denk, hè? De abstractie. Hè? Je ziet hoe sterk die, denk, Willem de Koning eindelijk ook toegedaan is. Hè? Denk, het is niet denk, dat hij denk, afrekent. Want denk, dit schilderen, hè? Deze denk, zeg maar, hè? Intuïtieve werkwijze... Dat is een manier die we bij de koning ook tegenkomen. Dus daar is wel een zekere schatplichtigheid. Maar je ziet wel, ik denk meteen dat ik denk, alles wat hoogdravend. Je zou hier zo weer makkelijk ik denk, het een en ander in kunnen zien. Hè? Je bent zo genegen om inderdaad in verf meteen ik denk, allerlei dingen te herkennen. Maar de stoel die daarvoor staat, naar het inherent onderdeel van het schilderij. En je merkt ik denk, hoe dat het onderdeel wordt. Doordat de banen op het schilderij doorlopen in de stoel. Ja, nee, niet doorlopen, en dat merk je ook. Dus het is ja en nee. Hè? Dus erbij horen en niet bijhoren. Maar ik denk, op deze plek wordt die stoel natuurlijk nou ook een onderdeel van, ik denk, van het schilderij. En omgekeerd, het schilderij wordt ineens dat heel zichtbaar gewoon een object wat vastzit aan die stoel. Zo, ik denk, zijn er heel veel ik denk, tegenpolen. Hè? Die, ik denk, Rauschenberg in één adem, in één werk, ik denk, tegelijkertijd weet te benoemen. Kijk. Dit zijn eigenlijk net twee schilderijen. Of zou je kunnen zeggen, het denken bestaat bij drie delen. Waarbij de ladder dan het denken. Je ziet wel dat de ladder het denken, een ladder het denken betekenis heeft, maar in het kader van het schilderij iets van zijn betekenis als ladder verliest. En een onderdeel wordt van het denken, zeg maar, een compositie die sowieso wil bestaan uit allemaal vlakken. En dan is die ladder niet anders dan het denken, de kadering van een aantal vlakken. Die denk, dus een onderdeel worden van dat denk, van dat schilderij. Nou, dit is allemaal abstract. We gaan er eens eentje uit de kast halen. Een wat grotere. In bezit van het Stedelijk Museum. Die zijn daar overigens, denk, volgens mij helemaal niet zo heel blij mee.
Want ik denk Rauschenberg en dat is natuurlijk wel onderhoudsgevoelig. Of ik denk dat bepaald door vergankelijkheid. Hè. We kijken naar alleen al, we hebben misschien wel een archeoloog nodig om zo te onderzoeken dat het in de toekomst geconserveerd kan worden. Maar dat is de bron waar Rauschenberg naar uitput. Dus dat is eigenlijk een illustratie van hoe die aan zijn materiaal komt. En dit is dat schilderij. Nou, dan zou ik zeggen, ga er maar eens even aan staan. Christiane kijkt al, zo gefronste wenkbrauwen. En volgens mij is dat, een reactie waar ook Rauschenberg op uit is. Om een beetje een frons te bewerkstelligen. Omdat hij zegt, ik wil gewoon geen dingen maken die ik ken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil eigenlijk zelf ook verrast worden. Als ik iets maak, is er geen plan, hè? Niet een programma. Niet dit ga ik doen, hè. Dan laat hij zich leiden door wat zich aandient. En dat gebeurt al tijdens die wandeling. Is het nou een schilderij waarvan we in eerste instantie een beetje moeten bekomen? Nou, ik zou zeggen ja, want er is zoveel te zien, zoveel te bekijken. Laat ik in eerste instantie dat even de maat een beetje suggereren. Het is absoluut manshoog. Het komt bij mij ongeveer tot hier, de hoogte van het schilderij. Kun je ook een beetje de breedte voorstellen. Dus je staat er voor. En het is niet zo dat je meteen alles overziet. Maar links en rechts van je dijkt dat schilderij als het ware uit. Wat betekent dat bij het kijken? Ja, dat je automatisch een beetje heen en weer loopt. Dat je automatisch door wat je ziet ook wordt uitgenodigd. Om eens even door je knieën te gaan. Om eens even te kijken wat daaronder nou weer zich bevindt. Het is eigenlijk dat één grote kakofonie. Je zou de stad, hè, zoals die zijn lawaai maakt, zijn beelden. Iemand heeft het vergeleken ooit, een beetje beeldend, hè, met een wilde taxirit door de stad. Zo, al die indrukken die je krijgt, en al die. Ja, dat wilde schilderij. Het is ooit wel dat hoe veel indrukken op je komen. Deze bijvoorbeeld, dat is een echt lampje. En dat blijft irie knipperen. Als je kijkt, dan zie je steeds dat ding. En dan niet, Christian, zouden we willen regelmatig aan, uit, aan, uit. Ben je er op een gegeven moment aan gewend, maar soms gaat het aan en dan gaat het weer uit. Dus is dit al kakofonisch, hè? Dus dan heel veel. En dan is dat lampje daar links bezig, om het dan eens een keer extra te accentueren. Dus de drukte is onvoorstelbaar. Maar we zitten nu in een tijd, hè, zeker in Amerika, New York, waarbij dat ook de werkelijkheid is. Hè. Die bestaat bij al die indrukken. Laten we eens dat de zaken vanuit een wat rustiger perspectief kijken. En dan hebben we het over de compositie. Is hier sprake van ook esthetische overweging? Kijken we naar een schilderij waarvan je roept, ja nee, maar je kunt wel de hele tijd kakofonie en drukte roepen. Maar dat is ook iets wat maakt dat het juist omgekeerd wel rustig is. Dat heeft ook te maken met de kleur. Hè? Je merkt, als je vanuit dat perspectief van de kleur kijkt, dat is eigenlijk allemaal wel ingetogen. Een beetje aan het rondcirkelen rond het rood. Het rood is een beetje de lijm waar alles door bijeen wordt gehouden. Het komt ook steeds weer op allerlei plekken, komt het weer terug. Heb je al iets herkend? Dat je, oh, dat is dat. Dat is dat. Zeg eens, Christian. Dat lampje. Ja, het is ook een beetje in een soort apart boxje gestopt. Ja, niet in een apart boxje, maar dit is ook ongeveer een segment. En hier is het echt, echt een chaos. Ik wil het centrum niet helemaal verwijten dat het chaos is. En dan centrum bedoel ik eigenlijk naar dit deel. Je zou dat vanuit het eerdere perspectief naar kunnen kijken. Je doet het ook. En dan zou je daar wel iets in kunnen ontwaren. Iets kunnen benoemen. Blijf overigens niet te lang staren, hè? Want ik zie jullie nu zoeken naar hè? Maar het heeft wel in potentie, zou je daar wel een gedaante zelfs. Hè? Als je niet uitkijkt, dan zou je er wel een figuur denken. Dat zou kunnen, hè? Dat zou kunnen. Het is niet zo dat je de kunstenaars niet zo aan het omlijnen of accentueren dat je zegt, dat is het. Maar in potentie is er wel een mogelijkheid net voor jezelf, hè, terughoudend naar iets te benoemen. Andere dingen zijn veel werkelijker.
En dat geldt denk ik met name dat rechte deel. Want je ziet wel dat er een zekere verhouding bestaat tussen het een en het ander. Als dit er denk ik mag worden beschreven als chaotisch, hè, dan denk ik dit tijd echt een relatieve rust. Ja, relatief, maar je merkt het net, ten eerste de deling is daar wat duidelijker. Het bestaat er net bij vlakken. En een belangrijk element daarboven is de cirkel. En die cirkel heeft wel, denk ik, zeg maar, nou, die is niet onaangetast, maar die is wel volledig. Ik haal het deel er even uit. We zoomen even in eerste instantie net in op het rechtere deel. Dan zijn we dus nu, denk ik, aan het benoemen. Wat ons toen net, denk ik, als kennismaking, denk ik, vooral boven kwam, was wat is dit allemaal? En nu kijken, na de kijken, merk je dat dat vele toch net een orde heeft. Een bepaalde, denk ik, ook een tegenstelling. Dus iets van denk ik, een drukte en iets van een rust. Nou, als we dat, denk ik, relatieve rust, hè? Als we dat benoemen, dan laat zich net hier in ieder geval, wat is dit eigenlijk? Wat is dat? Zeg eens. Dan moet ik even nadenken. Ja, nee, zeg eens, wat zou het kunnen zijn? Carousel, ja. Kleurenwaaier, zijn sommige dingen. Vouwblaadjes, zou kunnen. Maar het is een paraplu. Het is een paraplu. Nee, onzin. Nee, het is geen paraplu. Het is gewoon een cirkel met, denk ik, een deling in allemaal, denk ik, verschillende partjes, zou je bijna roepen. En die hebben, denk ik, net kleur gekregen. Dat is het. Wat je hier ziet, denk ik, is denk ik, in het begin een paraplu geweest. Dat is zo eentje die, denk ik, weet je wel, door de wind denk ik, kapot gewaaid. Door iemand, denk ik, op straat gegooid. Dan door Rauschenberg meegenomen is. Denk ik. Dus deels is dit werkelijkheid. Dan voel je het ook. Dan zit het ook echt aan het schilderij. En deels daarentegen heeft hij, denk ik, zeg maar, die denk, kleurenwaaierachtige denk, opeenvolging. Die op de denk, paraplu zijn geschilderd. Die heeft hij op zijn schilderij, denk als het ware, doorgezet. Dus dan completeert hij, dan voltooit hij denk, de cirkel. Dus wat kapot is, wat denk, gefragmenteerd was, wordt door hem denk, tot een heelheid gemaakt. Maar wel een, denk, als je dan kleurenwaaier gebruikt, denk, eentje die niet helemaal voldoet aan wat een kleurenwaaier eigenlijk moet zijn. Dat is namelijk een opeenvolging van allemaal kleuren. Die, denk ik, bepaald worden door een zekere logica. En al is de vorm logisch, hè, en denk ik, heel rationeel, dan is de invulling van, denk ik, van al die stukjes, denk ik, absoluut intuïtief. En dan niet altijd erop uit om de gemakkelijke harmonie van, denk ik, opeenvolgende kleuren. Maar goed, dat is dus, denk ik, en zo kun je op deze plek wel meer dingen aanwijzen. Hier bijvoorbeeld beneden, denk ik, ontleend aan meubilair. Weet je, dat is zo'n sierlijstje van zo'n kast. Ik denk dat ken je wel, een touw ontleende, getordeerde van denk ik, deze vorm. Nader kijkend, hier ook iets van een soort behang lijkt het. Wel, ik denk wat sleets, wat ouderwets. Maar ik denk al met al, ook dat is al bepaald door realiteit. Dan komen we denk ik, iets links. Dan komen we bij ineens naar die indachtige denk ik, metaal van Hamilton. Ik denk, wauw, dit is echt fascinerend. Hè? Maar het is wat het is. Het is, denk ik, spiegelend materiaal wat een beetje gebogen is. Waardoor het, denk ik, wel spiegelt, maar niet, denk ik, de werkelijkheid weerspiegelt zoals het weerspiegeld moet worden. Dus het is een spiegel, maar dan, je van het materiaal, denk ik, het hoeft niet glas te zijn waar spiegels uit bestaan, dat weet je wel. Dus ook, denk ik, zeg maar, kunststof wat naar dezelfde kwaliteit heeft. En als je een beetje, denk ik, het buigt, dan krijg je een beetje, ja, het is geen lachspiegel, want daarvoor, denk ik, is het beeld veel te, denk ik, troebel geworden. Maar dit weerspiegelt dus ons. Dit weerspiegelt ons. En daarboven daar, ja, dan laat hij ze anders zien. Dat is gewoon de realiteit, hè? De realiteit van de schilderij. De schilderij, denk gewoon simpel wat het is, naar de spieraam, meer niet. Bespannen met linnen, that's it. Dus het zijn, denk ik, zeg maar, deze twee, dat zijn nadrukkelijk naar elkaars, denk ik, tegenpolen. Het een, denk ik, hè, de oude functie van het schilderij, een spiegel. Al spiegelt hij niet, denk ik, datgene wat een spiegel moet weerspiegelen, de werkelijkheid. Ja, en dit, denk ik, daarentegen is een hele omzichtig, maar denk ik, ook in dat hele rauwe, denk constatering wat het schilderij eigenlijk net is. Beneden, denk ik, meteen ook in dat, hè? Ja, ook mooi. Ja, weet je wat het is? Dat is een t-shirt. Dat is een echt t-shirt. Wel keurig opgevouwen, gestreken waarschijnlijk, hè? Maar denk ik, dus nou, op deze plek, denk ik, zie je daar de rand van de hals, hè? En denk ik, is dat dus een t-shirt. Maar tegelijkertijd kunnen, denk ik, kun je hier, denk ik, op deze plek ook allerlei dingen in
in denken. Hè? Zijn mensen die zien gezichten of whatever. Dus de, ja, nou ja, ik denk dat... John, ik denk welke kant we ook uitgaan. Het is gewoon verf uitdenken op een t-shirtje. Niet meer dan dat, dat is een hele andere realiteit. Maar de context uitdenken die schilderij heet, die geeft uitdenken, als je het uitdenken op straat zou vinden, zou je het uitdenken dat meteen weggooien. Kom je thuis tegen uitdenken, roep je uitdenken onmiddellijk in de wasmachine. Maar hier daarentegen krijgt ineens uitdenken die vlekkerigheid, krijgt ineens een betekenis door uitdenken, notabene, uitdenken dat fenomeen van dat schilderij. Dan komen we nog wat lager uit. Dan komt er een hele reeks uit, denk ik, dat... ik laat het net even inzoomen misschien op dat detail. Is niet onaardig. Kijk, dat is de paraplu, hè. Kom je ook wat dichterbij. Ik denk wat duidelijk ook, hè, wat het is. Dan denk ik, dat komen we denk ik, aan de linkerzijde. Om nog even net zo wat delen in beeld te brengen. Dan denk ik, dat even denken... Kijk, dit zijn die... Ja, dit zijn die. Nee, oh, hou eens even op. Dat zijn ze al lang niet meer. Maar je ziet wel een soort denk, kleine denk, kunstgalerij. Denk, met wel, ik denk dat zeg maar, de tijd heeft ze toch een beetje bleekjes gemaakt. Ja, zijn toch een beetje, denk, zeg maar, en misschien het meest bekend hè, denk, in dit hele beeld. Maar als je eenmaal gaat als je, denk, roepen, dan wordt het steeds, denk, dit is denk, het bruggetje van Van Gogh. Daarboven, denk, die beroemde prent van denk, Hokusai, met die golven, denk, die zo. Zo kunnen we eigenlijk met onze... Ja, kunstgeschiedenis, kennis kunnen we denk, hier even denk, de dingen benoemen. Want dat doen we, hè? Dat doen we. En dat is ook net wat dit schilderij denk, dat zo zichtbaar maakt. Dat we een enorme hang hebben naar het denk, betekenis. Dat we denk, dat, denk, iets meteen willen benoemen wat het is. En hier komen we in moeilijkheden, want denk, de dingen zijn niet allemaal hetzelfde. En dit denk, kleine galerijtje wil ook wel een beetje denk, dat aangeven... Dat de oude kunstopvatting, waarbij je denk, dan kunt zeggen, dit is dat en dat is dat. Ja, deze spiegel alleen al, die is al denk, een commentaar. Want die is net bezig om denk, niet de werkelijkheid te weerspiegelen, maar die denk, net, geeft die werkelijkheid op een vervormde denk, manier net weer. Als je al kunt praten over weergeven. In dat hele kader zit er één, één denk, dingetje, dat herken ik uiteindelijk, dat is het, gelukkig. Dat hoef ik niet zo moeilijk te doen. Ik denk, laat ik meteen als een hapklaar brokje, laat ik dat identificeren. Heb je al gezien wat het is? Godverdorie, hè. Hoeveel hebben we nodig, denken, om hoe groot kan de afstand zijn? Om denken, dat, denken, dat, om dat meteen denken, dat, te benoemen. Het is alleen maar een vlekje zwart en een beetje oranje. Maar we weten meteen op afstand, ach, dat is het vrijheidsbeeld. Zie maar, denk, hoeveel je dus, hoe weinig je nodig hebt... Om denk, iets te benoemen. He, zo we hier op deze plek hierboven. Denk dat notabene denk, in een vlek meteen riepen dat is het. Zo doen we denk, ook hier denk, zelf. Wel denk, misschien een kleine teleurstelling. Dat is het ook. Dat is ook een ansichtkaart van het vrijheidsbeeld. En natuurlijk net niet zomaar een ansichtkaart. Maar met een zonsondergang daarachter. He. Waarbij het denk, helemaal voldoet denk, aan. Ik kan mezelf denk, dat het ansichtkaartje voorstellen zonder dat ik het zie. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik dat vrijheidsbeeld. En als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik achter dat vrijheidsbeeld, zie ik denk, die, zons, denk, die zonsondergang. Dat is een beeld wat denk, op een netvlies denk, zich makkelijk uitdenkt. Dit schilderij daarentegen, dit schilderij, ja, dat wordt minder makkelijk. Kijk, als wij vanavond nog eens even contact hebben naar de les, en ik zeg, dan stel je nou even voor, denk, dit schilderij, het heeft een titel, hè? Het heet Charlene. Het zijn altijd een beetje, ik denk, zeg maar, nog in het midden aan het laten, ik denk, dat waarom die titel, waar die titel, ik denk, vandaan, Charlene. Het aardige is wel, ik denk, dat misschien is het ook niet zozeer een persoon, het is gewoon dit schilderij. Dat heet zo, Charlene. Dus ik denk ook een beetje, nou, klinkt eigenlijk net heel aardig, als een persoon, als een personage, Charlene. Maar als ik nu, ik denk, dat vraag, ik denk, om 11 uur stel je straks, ik denk, dat, hè, bedoel, je bent thuis. En je doet dat. Ik denk, nou, hoe ziet Charlene eruit? Nou, 10-1, dat we allerlei dingen zijn vergeten. Dan denk ik, oh, we moeten het nog eens een keer weer terugzien. Om eens denk, te kijken wat er allemaal denk, zichtbaar was. Dus waar dit, denk, zeg maar, zelfs met de ogen dicht, denk, kan worden denk, opgeroepen, dat beeld. Ja, is het schilderij en dat een veel grotere avontuurlijkheid. Dat is niet dat hapklare brokje, dat is niet het bekende beeld. Maar dat is denk, een kijkavontuur waarbij je natuurlijk naar allerlei vragen kunt stellen over denk, wat bedoelde de kunstenaar. De kunstenaar bedoelde niet zo heel veel, niet in die zin. Hij wilde iets maken wat nog nooit gemaakt was. Dat is eigenlijk net zijn eerste en belangrijkste motivatie.
En wij worden denk ik, in dat werk meegenomen, ja, in dat avontuur. Hier heb je dat aanzichtkaartje, om nog even in te zoomen. Maar totaalbeeld, hè, bestaat wel degelijk niet alleen bij kleur, maar bestaat ook bij maat. Hè. Als je denk ik, zo die verschillende stroken bekijkt. Kijk bijvoorbeeld, om het even aan te geven. Hè. Dit vierkant, waar denk ik, die cirkel zich in bevindt, is een derde van het totaal. Ik kom mijn ogen inderdaad ook wel weer leuk, en dat niet geloven. En ik heb dat natuurlijk net, voor het eerst uitdenk, dacht ik, ik moet eens even nameten. En dat klopt dan toch. Maar het is wel, denk daarmee gezegd, dat denk ook dit, hè, je merkt dat denk, er zijn verhoudingen van denk één, denk of denk driedeligheid. Of van denk dat notenbenen, denk dat twee staat tot drie. Dus denk, het hele schilderij wordt ook geregeerd door denk dat een. Ja, een ratio die denk, zeg maar, heel nadrukkelijk met maat in de weer, dan denk, streeft naar denk, evenwichtigheid. Tussen twee uitersten ook. Hè? Dus denk, absolute abstractie en daarnaast denk, absolute herkenbaarheid. Tussen denk, dus, denk, cliché en origineel. Tussen denk, figuratief denk, en ver. Op alle plekken kom je denk, steeds weer tegen dat het één denk, benoemt, het andere als het ware ook weer denk, beschrijft. Omdat het in tegendeel ook in het schilderij aanwezig is. Goed, Charlie. Volgende. Het wordt vanavond geen makkelijke avond. Nee, dat moet ik wel even aangeven. Dat vroege werk van Rauschenberg is nu inderdaad, zeg maar, in zekere zin ook een soort opmaat. Ik denk dat daarna wordt misschien denk, dat zijn kunst wat toegankelijker, omdat de beelden die hij gebruikt, denk ik, ook wat makkelijker denk ik, leesbaar zijn. En in dit geval worden we eigenlijk door het schilderij zelf uitgenodigd om het te lezen. Dit schilderij heet Rebus. Rebus. Dus het heeft denk ik, de bedoeling denk ik, het op te lossen. Ja, Annemie, net weet je in de tussentijd wel dat de vraag is belangrijk. Het antwoord daartegen, denk ik, dat zal nooit eenduidig zijn. Hè? Want dat is nu denk ik, ook de aantrekkelijkheid van het werk van Rauschenberg. Als hij een hapklaar brokje zou hebben gemaakt, dan zouden we denken dat het snel weer doorloopt. Maar nu daarentegen worden misschien ook door de titel van dit schilderij. Het is in eerste instantie met de vraag, nou, is het wel een schilderij? Nou, we roepen, denk ik, dus linnen. Er zit, denk ik, wel degelijk dat hier en daar wat verf. Dus dan, denk ik, zou je dat, denk ik, willen gebruiken, dat woord schilderij. Het is ook een collage. Dus het bestaat natuurlijk ook bij, denk ik, bekende beelden. We gaan niet het hele ding bekijken. Maar even denk, ons concentreren op datgene wat denk, als een rijg draadje door het hele schilderij heen loopt. En dat is, denk, om even wat duidelijker, wat dichterbij te komen. Dat is, denk, dat is wel degelijk denk, zo'n kleurenstaaltje. Alleen voelen we ook wel meteen en denken, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet denk, zoals het moet. Dus Rauschenberg gebruikt wel denk, zeg maar, die kleuren die zo denk, staan voor... Denk, voor eigenlijk het rationeel naderen van kleur, dan breng je daar denk ik, een orde in. Dan laat je denk ik, het een als ware uit het ander voortkomen. Dan loopt het van licht naar donker. En Rauschenberg die klooit maar een beetje aan. Die plakt al die dingetjes denk ik, ook nog door elkaar heen, naar gelang die de zin in heeft. Maar hij creëert natuurlijk wel, denk ik, toch met die denk ik, wanordelijkheid, creëert hij net het beeld wel een zekere orde. Dat is tenminste een houvast. Hè? Dat is een soort waslijn waar we dingetjes aan vastzitten. Nou, om het even te illustreren, komen we nou dichterbij, dit is die kleurenlijnen. Even, dus er zijn meer dingen te vertellen, maar ik denk dat dit even als een aanknopingspunt naar voren, dat regeltje, dat waslijntje, bevindt zich, dat woord waslijn is misschien dan toch wel, van toe, maar bevinden zich allerlei afbeeldingen. Ja, je ziet wel, deze. Je zou bijna zeggen, is ook wel op een goede plek uiteindelijk geplakt, want daar begint het. Toch? Daar begint het. Hoezo begint het daar? Hoezo begint het daar? Ja, die mannen die zijn bezig om te rennen. En wij kijken met hun mee de verkeerde kant uit. Ja. We zijn eigenlijk gewend om juist omgekeerd te lezen, maar die mannen zo geplakt... Kijk, dat is uiteindelijk de context bepaalt uiteindelijk dus de betekenis. Dat die mannen die daar uiteindelijk rennen, die brengen ons er bijna toe om te denken, we moeten dit dus schijnbaar lezen van rechts naar links. Maar dat is inderdaad waar ze geplakt zijn. Ze zijn ook aan de rechterkant van het schilder. Als ze midden geplakt zouden zijn, zouden we helemaal niet zo denken in termen van begin. Maar ze zijn geplakt aan het begin van dat lijntje. En dat lijntje, ja, dat is hoe dan ook toch uiteindelijk de regel waar langs deze wedstrijd net zich zal afspelen.
Nou, meteen daarnaast nog een beeld. Nog een beeld. Ja, in ieder geval, denk ik, overeenkomstigheid. Je bent op het goede spoor, zou ik bijna zeggen. Nee, maar denk, dat bindt, hè. Als denk, de neuzen dezelfde kant uitstaan. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Dat gebeurt. Die vrouw die kijkt denk, dat dezelfde richting uit. Dus, denken wij, die horen bij elkaar. En wie zijn wij om dat te ontkennen? Want ze zijn tenslotte denk, ook letterlijk naast elkaar geplaatst. Dus ze horen bij elkaar. En dan denk ook, bijna vanzelfsprekend, gaan we daar een betekenis aan geven. Aan die opeenvolging van denk, die twee jongens daar. En die dame daar. We zijn genegen om dat te interpreteren. Als zijnde, het hoort bij elkaar. En dat, hè. Moeder van een van de twee? Zou kunnen. Of het idool waar die jongens uiteindelijk zeg maar, voor gaan. Hè, want dat zou misschien ook wel een interpretatie kunnen zijn. Zou kunnen. Dus zo kun je uiteindelijk... Een beetje oudbollig is de context wel. Hè? Want dat gekke behang, dat mogen we niet buiten beschouwing laten. Dat geeft ook wel een beetje betekenis aan deze... Dan wordt het al een drietal plaatjes naast elkaar... Die denk, op een of andere wijze denk, net niet alleen door Rauschenberg op dat rijgdraadje geplakt zijn. Maar die denk, net, zeg maar, in dit verhaal denk, ook letterlijk net op een rijgdraadje denk, zijn geplaatst. Zodat we dat denk, net, willen en kunnen lezen. Dan komen we denk, net, ja, waar komen we nou? Ik laat je even zien waar we zijn. Even terug naar het totaalbeeld. Hè? We zijn bij het begin en het eind. We zijn bij het begin en het eind. Kijk, ik zal ze even tonen. Hè. Dit is dus het denken van, hè, verkeerd omgekeken, van rechts naar links, is dit het eindpunt. Ja. Natuurlijk denken we, die mannen die hier aan het rennen zijn, jongens, hou maar op. Want er zijn er, denk twee, die zijn veel verder weg. De wedstrijd al bijna gewonnen, want die zijn aan het andere einde van, die zijn aan het andere einde gekomen. Kijk, en dat denken, hè, bedoel, dat denken is het denken dat zeg maar, de context bepaalt, het denken de betekenis. Dat is het denken dat zeg maar, een offshoot van het denken die uitspraak, het medium is the message. Want het denken, plakt die het denken, ze horen ook bij elkaar, maar plakt die weer bij elkaar, dan heb je een heel ander idee. Dan denk je, nou, nee, dat wordt een heel spannend moment waarop de een, dus dat is het eigenlijk, hè. Op die wijze, dat is een klein stukje van de hele collage. Maar nu nog even naar, dit is het eindpunt, bekend beeld daar. Hè? Heb je weer zo'n schilderij, doe je ogen dicht. Je ziet de Venus van, Botticelli. Hè? Dat is ook een beetje, ja, dat gebeurt ook. Hè? Beetje, nee, dat overkomt dus allemaal. Hè? Dat we in dat hele, onduidelijke beeld, hè? Dat je, hè? Daar hebben we iets wat we meteen herkennen. Dat stelt gerust. Maakt ook meteen dat we roepen, wauw, wat een mooi schilderij. Het is maar de vraag of iedereen dat schilderij eigenlijk een heel mooi schilderij vindt van Botticelli. Hè? Iedereen zegt wel dat hij het mooi vindt. Maar als je naar de kijkt, dan zou je nog eens kunnen denken, nou, ik vind het niet zo heel mooi. Wie ben jij dan om dat te zeggen ook? En dat gewicht van, maar goed, hoe dan ook. En dan zoomen we even naar in op het denken dat, kijk, dit was dus, dit waren de low. Ik zeg maar, de moeder van een van de twee, hè? Of het idool. Hè? Dan volgt nog iets anders. En dat is dit, dat plaatje daar rechts. Dat zit er ook aan vast. Hè? Dat zit er ook aan vast. Dus het is niet zo dat je in een gemakkelijke zin mee kunt lopen met deze wedstrijd. Want voor je het weet raak je toch verzeild in een wat moeizame verhaal. Van blijven betekenis geven zonder dat het een logica heeft. Dat nader gekeken, dat is niet meteen zichtbaar, maar dat is inderdaad een facet oog van oog van een insect. Die daar zich denkt, ja, weet je, dat maakt al het Venus van Botticelli onmiddellijk. Dit daartegen is het al een beetje een mysterie. Het is wel een foto, maar ik denk toch inderdaad niet zo meteen 1, 2, 3 te benoemen. En we moeten natuurlijk wel eens afvragen, wat moeten we daar dan, kijk even terug, hè, wat moeten we daar dan mee in deze volgorde? Want tussen haar en dat deel van het insect, daar bevindt zich ja, wat is dat? Wat is dit? Wat is dit hier? Wat is dat? Want het roept eigenlijk om, het zit tenslotte in die reeks. Hè? Je wilt bij een rebus ook altijd, hè? En dan heb je die dennenboom staan, dan heb je die D. Dat is het eigenlijk. Dus je wilt alles betekenis geven. En als dit rebus heet, dan heeft het ook de bedoeling natuurlijk naar opgelost te worden. Dus alles wat je ziet dringt om een oplossing. Wat is het? Je mag even overleggen, zou ik bijna zeggen.
Het is wel geen encyclopedie die je kunt openslaan, maar uiteindelijk net, hè? Je mag even, wat is dit? Wat is dat? Maud, ja, ik zie je turen. Maar dat is niet zo makkelijk. De andere twee zijn wel duidelijk, hè? Dat, ja, dat is wel fotografisch, hè? Maar wat is dat? Het is niks. Ja, het is wel wat, maar dat komt, ik denk, door de context. Ik weet niet hoe mijn brein werkt, hè? Ik heb daar geen enkel, ik denk dat, maar ik associeer het altijd met macabre met een strop. Met iets wat om de hals wordt gelegd. Maar dat is een beetje macaber. Ja, ja, nee, ik denk, het is het niet. Want wat het eigenlijk is, is gewoon simpel, ik denk dat een tube verf die uitgeknepen is. Ja, dat is het. Ik denk, pure verf. Jij zit, ik denk, blind te staren. Nou, ik denk natuurlijk naar deze dame en dat, ik denk, daarop volgend. Ik denk, wordt dat natuurlijk betekenisvol. Krijgt dat, ik denk, inhoud. Dus er wordt ineens in dat verf, die ik denk alleen maar een klonnetje verf is, ook ik denk gedrongen door ik denk de context, ik denk iets te zijn. En je wordt er dan zelfs een beetje onrustig, ik denk door mijn antwoord, tenminste, ik denk, dat je denkt, ja, god, hou eens even op. Ik denk, hoezo niks, het is gewoon wat, het moet gewoon wat, het moet gewoon wat zijn. Ja, dat. Nou, dan gaan we even door nog, ik denk naar, oh, even terug. Dat is naast dat facet, oh, wat is dit? Wat is dat? Ja, dat is ook niks. Dat is een makkelijke, ja, dat is een makkelijke antwoord. Ja, dan moet je eigenlijk dan zeggen, je hebt gelijk, dat is niks. Dat is ook weer, ik denk, maar je ziet wel dat het heel makkelijk, ik denk, interpreteerbaar is, of interpretabel is, door, ik denk, en een keer even terug naar het vorige, door, ik denk, oh, nou, dan moet ik even kijken of ik het goed doe. Ja, dan doe ik het toch goed. Kijk, ik denk, dit hier, en dat daar. Dan keer ik even terug naar, even inzoomen, hè, hopelijk. Even inzoomen, kijk. Ja, precies. Dat is eigenlijk naar wat nu gebeurt. Ik denk dat Annemie zegt dat. Ik denk dat ik zie daar iemand die aan het rennen is. Ja, ja, nee, John, ik denk absoluut. We zijn in een kerk van gelovigen terechtkomen. Die met z'n allen heel graag uiteindelijk dat idee wel willen omarmen. Zeggen met z'n allen, ja, ik zie het ook. Ik zie daar uiteindelijk zeg maar die enorme bionische man. Hè, die uiteindelijk met topsnelheid voorbij raast. Zo voorbij raast. Dat denk, de camera niet eens in staat was om hem denk, te fixeren. Hij vloog voorbij. Dan is eigenlijk dus dan gewoon een vlekje op denk, het schilderij geïnterpreteerd door ons denk, in de reeks. Als zijnde denk, een onderdeel van denk, die wedstrijd. Dus dat wil iets zeggen over het medium is de boodschap. Nee, de context is bepalend voor denk, de betekenisgeving door ons. Als we een bepaald kader zien, krijgt het een bepaalde inhoud. Denk, in een ander kader zou datzelfde, denk, een hele andere, denk aan het bed van Rauschenberg in het museum, is het een kunstwerk, op straat daartegen, hup. En dat is denk, de context, het museum is ook een medium, hè. Is ook een plek denk, die maakt dat we denk, naar iets kijken en door denk, de context waar het in geplaatst is, krijgt het een betekenis. Goed, nou dan hebben we deze denk, misschien een beetje opgelost en er zijn nog inderdaad meer. Ten slotte, om daarmee denk, in ieder geval Rauschenberg een beetje af te sluiten, dat kan nog net geloof ik, en als ik goed kijk. Maar goed, ik denk dat een beetje, ik denk zeg maar, hoe noem je dat? Een beetje hapsnap of whatever. Een later, veel later, 81 gemaakt. Dus dan denk, moet je wel, ik denk even je realiseren dat we wat verder in het werk van Rauschenberg zitten. Maar dan wordt dat wat we net aan het doen waren, namelijk ik denk via dat wat ja, amateuristische kleurstaaltje, ik denk lijntje, dat rijgdraadje. Wordt nu wat formeler. Hè? Als je dingen ladder gebruikt, dan heeft het natuurlijk ook naar de bedoeling naar dingen te lezen in een bepaalde volgorde. Nou, dan merk je dat de sporten of de ruimte tussen de treden van de ladder zijn ingevuld met beelden. En die zijn natuurlijk genegen om dan te lezen. Ten eerste de ladder zelf is verplaatsbaar. Dit is een tijdlijn. Dit is een tijdlijn. En concreet roepen, misschien wel niet een tijdlijn. Maar het ding is geen statisch object wat denk, nooit meer van zijn plaats komt. Hè. Er zit een zekere mogelijkheid van mobiliteit. Dat komt door die wieltjes. Je kunt optellen, denk, ergens anders neerzet. Dus het werk zelf is ook denk, bepaald door tijd. Moet je even denken, ik laat één onderdeel even zien. Hè. En dan zie je het wel een beetje, dat denk, die opeenvolging van al die afbeeldingen worden door ons gelezen als denk, bedoeld in samenhang. En dan zijn we ook genegen om, denk, zeg maar, zo naar boven te lopen. En dat bovenlopen betekent ook naar het klimmen. En dan niet in letterlijke zin. Maar we beschouwen die beelden daarboven, denk, belangrijker dan die hier beneden. Er zit een soort hiërarchie. Dat is dus, denk ook het medium is de boodschap.
Want de context in dit geval, uitdenken, is dus die ladder. En het lage deel is dus, uitdenken, betekenis aan het geven. Uitdenken maakt dat we iets begrijpen. Maar dat begrijpen we vooral ook inderdaad als, uitdenken, een onderdeel van een volgorde. Weer een beetje een rebus, zou je kunnen zeggen. Met misschien dat daar in de verte, uitdenken, hopelijk herkenbaar. Ik weet het niet zeker. Ja, ik kan niet dichterbij komen. Dat vind ik. Ik heb nog één plaatje, uitdenken, dat is voor jullie, maar dat is ook alles. Maar uitdenken, daarboven, daar tegen George Washington. George Washington. En beneden van het hemelse. Moeilijk te duiden precies, denk maar een hemellichaam. Je merkt overigens dat als we beneden kijken daar tegen deze, daar, denk, ik heb deze maar even uitgelicht. Hè? Dat is een mooi beeld van de dood, hè, die dan denk, aan het beschouwen is, dus de eindigheid. En meteen denk, komt daar denk, dat een weerwoord. En dat weerwoord bestaat bij die klokjes. Die allemaal gewoon aan het, de tijd aan het aangeven zijn. Die allemaal de tijd aan het aangeven zijn. Elk klokje, ik denk het hele werk, dat heb je misschien een keer even terug naar het geheel. Hè? Het hele werk bestaat bij, ik denk, bij een aantal van die klokjes. En die klokjes lopen niet gelijk. Die klokjes lopen niet gelijk. Nee, het zijn gewoon draaiende, wat zeg je dan? Draaiende stokjes. Ja, we lezen ze onmiddellijk als, ik denk, de aanduiding van tijd. Maar ik denk door ze zo naast elkaar te plaatsen in een context, ik denk een afbeelding, die ook iets van een tijd uitdenkend verbeeldt. Dan kijken we naar, uitdenken naar het skelet, dan kijken we naar, uitdenken naar de menselijke, uitdenken naar het gedaante. En omgekeerd, uitdenken naar misschien daarboven, uitdenken naar een hele andere dimensie, door er, uitdenken, een insect naast te plaatsen. Dan heb je eigenlijk dat te maken met al, uitdenken, een tijd. Hè? Insecten, uitdenken veel langer dan, uitdenken, überhaupt ons zijn. Hè? Hebben een veel, uitdenken, oudere historie. En wij daartegen, ik denk, weten ons verbeeld door, ik denk, deze afbeelding. En zijn ik net heel aanmatigend bezig, ik denk, de hele wereld net te laten regeren door, ik denk, dat ene idee wat wij bedacht hebben, namelijk de tijd. Maar tijd is iets heel relatiefs. En het is maar het perspectief waaruit je dat kijkt. Wat, ik denk, dat de tijd is. Welke tijd is waar? Is dit waarheid of is dat waarheid? Ik denk, in een apart onderdeel, in een apart vakje ondergebracht, ja, zijn we natuurlijk net duidelijk, ik denk, tijdsaanduiding van verschillende plekken. Maar nu zijn ze in één kader ondergebracht. En dat doet hun, ik denk, als tijdsaangevers, ik denk, relativeren. Want ze zijn bezig met iets heel anders aan te wijzen. Kunnen ze dan niet anders dan alleen maar lezen. Als gewoon, ik denk, stokjes, ik denk, aan een asje wat aan het draaien is. En wat dan, ik denk, daarmee tijd weergeeft. Dus tijd als een, vergankelijkheid als een thema. En nu gaan we spoorslags koffie drinken. En komen we heel snel, in het kader van tijd, hè, komen we heel snel weer even terug, ja. Maar en dat heeft ook te maken eigenlijk met de gedachte aan volledigheid. Zal natuurlijk sowieso nooit gehaald worden in deze lessen. Maar ik denk om Rauschenberg toch nog, denk, even recht te doen. En ik denk dat het toch belangrijk is om ook die overgang, denk, naar te kennen en te weten. Hij doet het wel, even kijken, 3 maanden nadat Andy Warhol dat ook doet. Maar hij ontdekte net in 1963 ontdekte hij de safe-druk. En dat zal voor hem inderdaad, ja, dat is inderdaad een belangrijk medium. Omdat het betekent dat je, denk, zeg maar, dus niet, denk, het plaatje zelf, hè, aanbrengt. Maar je, denk, dus een techniek hebt. Denk, zeg maar, denk, een techniek die enerzijds samenhangt met verf. En anderzijds, denk, een techniek die ook iets te maken heeft met fotografie. En je hebt eigenlijk dat wel gehoord of gezien. Ik denk dat Rauschenberg, ik denk, in zijn werk altijd net een bijna dialoog tussen, ik denk, het geschilderde en, ik denk, dat het gefotografeerde creëert. Ik spreek een beetje abracadabra. Het lastige van 1963 is wel dat hier, dit is de safe, dit is het safe drukken. Ik weet niet of iedereen dat meteen weet wat het is, safe drukken. Misschien heb je het wel eens een keer gedaan. Ik denk best wel leuk om een keer het ding uitgeprobeerd te hebben. En wat, denk, in die tijd, denk, vooral de zeefdruk, denk, bepaald is gewoon dat het een hele makkelijke methode is om, denk, dat, foto's te reproduceren. En ook een bijzondere, denk, methode, want je kunt, denk, zeg maar, zwart-wit kun je, denk, ook in kleur. Ik spreek nog steeds een beetje, diegenen die het niet kennen, moet ik het even een beetje uitleggen. Het gaat om een safe, hè, dus het is ook echt wat het is, een safe. Rauschenberg heeft een van die safes heeft hij, denk, in handen. Daar is, denk, op die safe, denk, is, denk, middels, denk, een negatief, hè? Dus een negatief, fotografisch negatief, is daar, denk, een foto op, denk, aangebracht.
De foto zelf, dat is denk ik, het negatief. We spreken echt in oude termen van de fotografieën. Heb je over denk ik, het negatieve. Dan denk ik, is het negatief zelf is denk ik, weggenomen. Maar voordat het gebeurt, denk ik, is dat denk ik, belicht. De denk ik, 7 is ingesmeerd met, denk ik, met lichtgevoelige denk ik, emulsie. Kun je je voorstellen, denk ik, waar de foto denk ik, bedoel, heeft donkere zwarte en heeft denk ik, ook witte plekken. En die witte plekken die worden denk ik, in dat negatieve nu net zeg maar belicht. De zwarte plekken die laten geen licht door. Dus denk ik, op die lichtgevoelige emulsie ontstaat een onderscheid tussen het een en het ander. Denk, als die emulsie wordt belicht, dan denk ik, blijft ze denk ik, zacht. Als ze denk ik, niet belicht wordt, blijft ze hard. Dus je kunt denk ik, die zachte emulsie dan uitspoelen. En betekent dat als je dat uit de zeef hebt gespoeld, dat als je dan denk, met een rakel verf daaroverheen denk ik, beweegt, dat het door de zeef heen denk ik, dus eigenlijk naar de foto afdrukt. Ik hoop dat ik een beetje... Ja, dus het is echt, als je het gemaakt gedaan hebt, denk je, ja, dat kunnen we allemaal. En dat is ook de aantrekkelijkheid van deze methode. Iedereen kan het. Want er komt eigenlijk zeg maar, geen denk ik, specialisme aan te pas. Je moet wel denk ik, dat negatief hebben. Maar goed, dat denk ik, kun je met het fototoestel denk ik, maken. Dat kun je sowieso denk ik, realiseren. En denk, de safe zelf maken denk ik, stelt ook niet zo heel veel voor. Dat bestaat bij denk ik, de feitelijkheid van een emulsie. Die denk ik, niet alleen dat bestaat bij lichtgevoeligheid. Maar ook nog door die lichtgevoeligheid zacht blijft. En op denk, andere plekken denk ik, dat verhardt. Nou, dat denkproces maakt dat je dus denk ik, als het ware kunt schilderen met een foto. Kunt schilderen met een foto. Dat betekent als je eenmaal die foto hebt afgedrukt op linnen, dan kun je weer in die, denk ik, over die foto, met die foto schilderen. Dus denk ik, zo gauw die emulsie nog niet droog is, dan is het eigenlijk niet anders dan denk ik, verf op doek. En dat betekent dat je met de kwast doorheen kunt gaan. En dan kun je eigenlijk die denk, foto een beetje denk, verschilderen. Dus dan kan de foto ook net iets schilderachtigs krijgen. Dus eigenlijk een ongelooflijke denk, reeks van mogelijkheden die ze aandienen. Waarbij natuurlijk aan Rauschenberg niet meer denk, plaatjes hoeft te knippen en te plakken. En daarnaast denk, hoeft te schilderen. Hij kan dus nu denk, met dezelfde materie, kan hij ook denk, foto's. Dat levert dit beeld op. Dat levert deze beelden op. Dat is een reeks van denk, schilderijen die hij maakt. En natuurlijk meteen behalve dat het voor hem denk, een kennismaking is met die nieuwe technieken, de zeefdruktechniek. Waarom is die zo populair? Nou ja, denk, de eerste, de beste firma om de hoek, die denk, zo'n blaadje wil drukken, denk, wat reclame maakt voor denk, het product wat ze maken of wat ze willen verkopen. Die maken gebruik van de zeefdruk. Een hele goedkope techniek, waarbij je denk, in dat sneltreinvaart, denk, in grote oplagen, allemaal van dat soort reclameblaadjes kunt maken. Dus eigenlijk is de origine van de methode denk, gewoon banaal. De werkelijkheid van verkoop, van denk, commercie. Maar Rauschenberg denk, ziet daar denk, ook mogelijkheden. Want hij was al in de weer met foto's. En nu kan hij denk, die foto's dus, denk, laten worden tot eigenlijk. Denk, alles wat je ziet denk, is dus gezeefdrukt. Dus er is niks geschilderd in die zin. Denk, je kunt de kunstenaar niet beroemen denk, of denk, bewonderen omwille van zijn schilderkunst. Want die Kennedy die daar te zien is. Dat is gewoon een afbeelding uit, ja, uit de media. En dat maakt deze voorstelling wel bijzonder. Want hij heeft die safe heeft hij. Die safe heeft hij. Met die afbeelding onder andere van Kennedy. Denk ik net in, ik dacht oktober uit 1963. En een maand later, denk 22 november, denk, wordt net Kennedy vermoord. En dan staat daar dus denk, in dat atelier, staat er denk net een safe met de afbeelding van Kennedy. En tot nu toe waren de afbeeldingen aan zich niet bepaald, niet inhoudelijk, denk dramatisch of whatever. En nu ineens heeft hij denk, net een beeld wat denk, ongelooflijk denk, al bepaald is. Zo bepaald dat het denk, als je het gebruikt in een context, onmiddellijk denk, ook betekenis zal geven aan die context. En dat is denk, een icoon van de tijd. Je zou bijna roepen, Andy Warhol heeft dus denk, dat zijn Marilyn en denk, Rauschenberg heeft zijn Kennedy. Ik denk dus beide kunstenaars zijn met dat beeld, hè, heel actueel. Ik denk Warhol, ik denk dat zijn Merlin, ik denk portretten ontstaan ook. Ik denk bijna onmiddellijk na haar dood. Dus je hebt daarna denk ik, een iconische kwaliteit gekregen als denk, het beeld van een tijd. Maar beiden, Kennedy en Merlin, hebben denk ik, op het moment zelf, in dat eerder, denk ik, zeg maar, ja, dat aura van dood, van moord. Hè? Hebben we het in beide gevallen wel een beetje over. In die tijd denk ik, zijn de geruchten over haar ook dat ze vermoord zou zijn.
Dus al in dat zeer beladen beelden, die Rauschenberg uiteindelijk ook weer rebusachtig inzet. Dus ook weer uiteindelijk dat gebruikt om uiteindelijk iets van een, ja, niet een letterlijk verhaal en toch. Iets te maken wat uiteindelijk ook wel betekenis krijgt, door niet alleen die verschijning van Kennedy, maar uiteindelijk onmiddellijk daaromheen aan de linkerzijde, ook uiteindelijk waar die uiteindelijk net zijn bekendheid aan ontleent, dat ruimtevaartprogramma. Dus die astronaut daar, die denk, is ook net zozeer denk, een tijdsbeeld als denk, Kennedy zelf. Maar goed, denk, even naar denk, dus het medium is de boodschap. Even naar denk, de context bepaalt denk, de inhoud. Nou, dit is in ieder geval al iets van een context. Denk, naast Kennedy, je zou kunnen zeggen, nou, niet voor niets, nou, misschien wel naast zijn hoofd, hè, waar die ideeën over ruimtevaart net vandaan komen, dat, denk, dat beeld van denk, die tijd. Nou, als we zo kijken, kunnen we meer dingen gaan lezen. Wat valt op? Nou, niet zoals de afbeelding van Kennedy zelf. Want die Kennedy, en zo moet je dan misschien lezen, is nogal groot. Terwijl ik denk dat die ruimtevaren niet zo groot. En daar rechts denk ik dat een menselijk lichaam zich toont, wat ook niet zo heel groot is. Wat overigens nou opmerkt dat menselijk lichaam aan de rechterkant ook nog denk dat ontdaan is van hoofd. Dat is eigenlijk dat meer lijf dan kop. Terwijl Kennedy uiteindelijk zeg maar, dus uiteindelijk meer kop is dan lijf. En dat lijf uiteindelijk meteen ook inderdaad een soort stylering heeft ondergaan door het pak. Maar nog nadrukkelijker uiteindelijk dat teken van uiteindelijk zeg maar zijn hè, autoriteit. Teken van uiteindelijk zijn mannelijkheid. Die strop dat is nog eens een keer extra geaccentueerd. Hoe uiteindelijk dat benadrukt uiteindelijk Kennedy nog meer dat dit een autoriteit is door het gebaar. En dat herhaalt hij. Dat is nu al, denk ik, de nieuwsberichten, hè, denk, de journaals bestaan niet op dat moment, nog niet bij herhaling. Maar op het moment dat er moord is gepleegd daarentegen, dat zie je ineens dat fenomeen van die herhaling, denk ik, de media bereikt. Want dan denk, zie je steeds weer opnieuw diezelfde gebeurtenissen naar achter elkaar herhaald. Hier heeft herhaling dan ook net een bedoeling van beklemtoon. Nog een keer en nog een keer. Twee keer achter elkaar. Alsof dat ene vinger wijzen nog niet genoeg is. Want je hoort dat vingertje als het ware al een beetje zo ja, op die tafel van zo gaat het gebeuren. En wat gaat er dan gebeuren? Als je nou letterlijk leest, hè, volgens denk, het principe van de rebus, dan denk, is het natuurlijk ontleend aan een speech. En Kennedy is denk, dat zeer voortvarend denk, aan het vertellen. Maar in het kader van dit denk, beeld daar krijgt dat wijzen nog wel een andere betekenis. Ik ken maar één keer denk, dat gebaar elders. Ik denk, de stropdas hebben we bekeken, natuurlijk naar accentuering van denk, man, ik haal er maar even denk, dat gebaar. Hè. Dat gebaar. Als je het isoleert, denk, komt het denk, ook bekend voor, maar dan plaatst het ook misschien wel een beetje in de kunstgeschiedenis. Zijn we ook genegen denk, om inderdaad, zeg maar, dat denk, te denken in termen van denk, onze klassiekers. Want er is volgens mij maar één iemand die zo groot denk, dat gebaar maakt. En dat is natuurlijk God. Die denk, net notabene de Sixtijnse kapel wel niet zo heel dwingend, maar dat gebaar ook maakt. Maar er is een andere, denk dat zeg maar God, die denk dat op een andere wijze, misschien wel meer precies, denk zo'n gebaar maakt, om, denk dat, om haar de deur te wijzen. Want dat is eigenlijk net zoals we net de rebus lagen, denk begin-einde. Ze ziet, denk dat ten eerste, denk ze heeft geen identiteit, maar het is wel een zij. Het is wel een zij. Die, denk zeg maar, anoniem, vrouwelijk net wel, de deur wordt gewezen, want die vinger, die, denk, als we de rebusachtige kijkwijze gebruiken, die is bezig om haar de deur te wijzen. Dan kijk je naar, en dan zien we natuurlijk nou ook nog, denk, dat ter linkerzijde, niet onaardig, zien we daar vruchten. Hè? Het zijn wel geen appelen, maar we associëren er makkelijk op los. Want denk, als wij Masaccio kennen denk, en zien hoe hij denk, ooit denk, Adam en Eva uit het paradijs liet wijzen, dan met de context van het museum als denk, de achtergrond van dit schilderij, is het ook niet zo moeilijk om even denk, ons denk, daarmee te verbinden en denk, dit schilderij te lezen als denk, dat een reprise of denk, dat een verwijzen naar denk, het oude beeld van denk, de verjaging uit dat paradijs. Nou, als u denk, ineens denk, toch dat een schilderij wat daardoor meer wil vertellen dan de onderdelen. Dus de samenspraak van die plaatjes, denk, ze zijn natuurlijk allemaal denk, uit een andere context afkomstig, hè? Zijn allemaal denk, uit dit of dat tijdschrift, uit dat denk, of dit blaadje. Maar bij elkaar gebracht daarentegen, dat worden we denk, toch ja, eigenlijk ertoe denk, bewogen om denk, te lezen op grond van de samenspraak der delen. Goed.
nu naar het denken, want dit duurt te lang. nu naar mijn eigen denken. Ik heb ook een eigen rebusje gemaakt. Ik heb ook nog een eigen rebus gemaakt. Ik heb lukraakplaatjes gekozen. Ik dacht, ik wil het principe nog één keer uitdenken, zeg maar, uitdenken zichtbaar maken. Doe niet de context van het kunstwerk, maar denk gewoon. Kijk, en dit is al, voor ons een raadsel. En we zijn ook wel genegen om dat raadsel een beetje met plusjes aan elkaar te verbinden. Maar als je niet met plusjes verbindt, maar het ene plaatje als het ware inplakt in het andere plaatje, dan 10-1, die mensen die het kijken, die het denken, dit voorgeschoten krijgen, die denken onmiddellijk, die oude heer heeft en dat gewoond in dat huis, en wat tragisch, het denken, dat oude huis, dat gaat helaas in vlam op. Maar die man die heeft natuurlijk nooit gewoond. Ik heb hem daar, het denken, in dat beeld gesitueerd. Ik heb hem daar ingeplakt. En toch, het denken, lezen we dit, het denken, heel snel, het denken, in die, het denken, zo geplaatst naast elkaar. Denk, hé, daar heb je de uitvinder van, het denken, van dat, ja. Ja, of, ja, de vader wordt een beetje moeilijk qua de leeftijd. Hè. Ik denk, hè. Maar ik denk, je merkt wel dat op die wijze is eigenlijk net, onze wereld wel bepaald. Hè. We lezen het heel snel, de plaatjes, omdat ze allemaal een bedoeling hebben, betekenis hebben. En zo lees je verbonden met het ander. Nou, om even nog een stapje te maken, voordat we met Jasper Johns nog aan de slag gaan. Even een stapje te maken naar ook iemand die het gebruik maakt van de media. De motivatie van Liechtenstein, dus een werk van Roy Liechtenstein, is in eerste instantie iets te maken wat absoluut het meest het lelijke is wat je kunt denken. Dus de motivatie was een schilderij te maken, wat niet zoals bij heel veel kunstenaars in het atelier natuurlijk net werd bepaald door de wens het mooiste. Maar Liechtenstein had het idee, wat zou ik kunnen doen om wat is nou het minst wat in aanmerking komt voor het maken van een schilderij? Dat is een fragment naar een stripverhaal. Die ironie willen het dus dat dit niet zozeer een stripverhaal, maar dat onmiddellijk in het museum wordt herkend als Roy Liechtenstein. En dat is daarom bijzonder, omdat hij eigenlijk zich dus naar een methode, een techniek heeft toegeëigend, die per definitie juist naar bestond bij anonimiteit. Dat raster. Dat heeft zijn bestaan te danken aan het reproduceren van dit beeld. Dat is een druktechniek. En toch op afstand in het museum, schilderij van Liechtenstein, zeggen we, daar heb je een Roy Liechtenstein. We zijn niet bezig om stil te staan bij het feit dat hij gewoon iets ontleend heeft aan een stripverhaal, zo'n comicboek, wat in de jaren 50 bij elke kiosk te halen viel. En dan zijn we natuurlijk ook nog de tekst, Maar goed, even kennis maken met een collega van Rauschenberg. Ja, die dus ook zich baseert op het populaire beeld. Op het bekende plaatje. Waar Rauschenberg plaatjes vindt die net maakt tot een onderdeel van zijn schilderij. Dat is eigenlijk nou ook Liechtenstein bezig met hetzelfde. Dus hij haalt nou iets uit de context van het stripverhaal. En brengt het aan op een schilderij. En maakt het daarmee tot een kunstwerk. Maar het is dus niet origineel. De methode is absoluut niet bepaald door de kunstenaar. Je zou hem nog kunnen roemen vanwege dat prachtig gestileerde haar. Maar dat is niet van hem. Hij is niet de tekenaar van deze print. Hij heeft hem alleen maar gereproduceerd. Hij heeft hem alleen maar nageschilderd. Dat is misschien wel de beste omschrijving. Nou, dan stappen we even door. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen te zeggen over Liechtenstein. Maar we komen wat later in zijn ontwikkeling komen. Dit schilderij tegen. En dat is wel iets om even bij stil te staan, omdat het via een andere hoek toch nog eens een keer weer vertelt over het medium is de message. Nog net iets vertelt over wat de pop art zo duidelijk en bepaalt. Wat zien we hier? Wat is dit? Als je de situatie moet beschrijven, als je wilt benoemen, wat zien we hier? Een landschap. Ja, een landschap. Dat is in ieder geval het ding. Hè? We kijken naar een landschap. We komen wel meteen in moeilijkheden. Wat is hier het landschap en wat is hier niet het landschap? Of beter gezegd, we kijken eigenlijk naar twee landschappen. In een zekere zin, en dat heb ik er maar even bij gesleept, doet Liechtenstein hetzelfde wat René Magritte ook deed. Bekend schilderij natuurlijk van Magritte. Dus altijd wel, ook in de weer met ook dat besef van realiteiten.
speelt daar ook mee. Als ik nu naar een hele, denk ik, naar het fraaie, maar ook naar het meteen spannende en ook wel wat, denk ik, verontrustende omgang met het begrip, denk ik, naar het schilderij. Wat is eigenlijk net een schilderij? Een spiegel van de werkelijkheid. Maar ik denk, wat is hier het schilderij en wat is hier de werkelijkheid? Want ik denk, in de schilderij is een beetje drostenachtig, is een schilderij. En dat mag toch uitdenken, zeg maar, zich schilderij noemen. Want tenslotte uitdenken wordt dat nou ook getoond aan de zijkant. En dan kunnen we uitdenken dus aan de zijkant de punaise zien, waarmee ik denk dat linnen op dat... Maar dat is ook het enige houvast, want zo gauw we die rand verlaten, boven beneden kijken... Dan valt er hoegenaamd nauwelijks meer uitdenken te zeggen, ja, je ziet hier, kijk, dat kleine hoekje. Kijk, zou dat er niet zijn, hè? Dat merk je wel een beetje, zou het er niet zijn... Ja, dan loopt het denk nagenoeg, je ziet een klein randje, maar dan loopt nagenoeg uit denk ja, maar daar komen we natuurlijk in moeilijkheid, want het hele schilderij is een schilderij. En hoe kan het nou dat we het één schilderij noemen en de andere de werkelijkheid? Nou, dat hè, die uitdenken, die twist, hè, die uitdenken, die verlengt, of uitdenken beter, die plaatst uitdenken Liechtenstein op een ander plan. Want hier krijgt het begrip werkelijkheid een andere inhoud. We zitten natuurlijk naar absoluut dat beide uitdenken niet in aanmerking komen voor het woord werkelijkheid. Ze zijn allebei niet werkelijk. En toch zeggen we uitdenken, het ene is werkelijker dan het andere. Het schilderij is werkelijker dan uitdenken naar de werkelijkheid. Dat is een omkering van zaken. Of misschien is beter gezegd dat het schilderij is waarachtiger dan uitdenken dan de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is gestileerd. Kijk, dat landschap daarachter... Dat heeft een nare uitdenking naar kaalheid. Dat heeft een reclame riekende mogelijkheid om gereproduceerd te worden. Het vervelende van het landschap, willen we uitdenken haar toeroepen, is dat je wordt gereproduceerd. Namelijk in dat schilderij word je gereproduceerd. Maar veel echter dan het landschap. Kijk, dit maakt uitdenken, je ziet het, hè? Dit is plastic. Dit is kunststof. Dit is kunstmatig, maar dit daarentegen, dat heeft dan een beetje de pretentie om echt te worden. En dit is echt. Dit is echt. Weet je wat daar echt aan is? Het is gewoon verf. En ook eens een keer net verf die niet verhult dat ze geschilderd is. Nee, daar is hier, dit. Dat is echt. Dat is met de kwast geschilderd. Daar komt geen stilering aan te pas. Dat is dus het meest realistisch. Wat in de tussentijd wel gebeurd is, dus in dit schilderij, deze vlekken, hè, die aan zich geen enkele betekenis hebben. Die geen enkele wil hebben om naar iets te willen zijn. Maar in het kader van de schilderij daarentegen, dat worden ze wat. Want ze worden een onderdeel van het landschap. En ze worden eigenlijk in dat landschap dus niet echt, maar meer moreel zou je kunnen zeggen, het meest waarachtig. Het meest geloofwaardig. Het meest reëel. Maar zo begint dat schilderij dus te spelen met realiteit. Wat is werkelijkheid? En we zeggen nu dat het schilderij is een plat vlak. Dus dit is het meest realistische benoemen van wat het is. Namelijk een plat vlak bedekt met verf. Maar in de context van dit landschap daartegen zijn dit niet loze vlekjes uit verf. Maar in de context van het landschap. En dat wil het iets voorstellen. Want het is tenslotte in een omgeving geplaatst die iets voorstelt. Namelijk een landschap. Nee, dit is geen landschap, dit is een schilderij. En daarachter, dat is de werkelijkheid. En dat is het landschap. Zo raken we een beetje in een soort doolhof verzeild. Wat betreft werkelijkheid en schilderkunst. Maar je zag net bij Rauschenberg dat hij eigenlijk ook dezelfde dialoog voerde tussen werkelijkheid en schilderij. Nou, nog eentje, dat is voor de liefhebber, zou ik bijna zeggen. Ja, dat is ook wel uitdenken, zeg maar. Ook weer aan de rechterkant in eerste instantie uitdenken en roepen. Ja, dat is een cliché. Hè? Ik bedoel, in een letterlijke zin cliché. Want het is net mogelijk uitdenken, reproduceren wat daar. Je kunt het gewoon overtrekken. Hè? Dan kun je uitdenken, je kunt er een lino uitdenken, whatever uitdenken. En dan druk je dat uitdenken. Dit daar links daartegen, dat is one of a kind. Dat is eenmalig. Nooit meer uitdenken na te maken. Ja, je roept, ja, kom... Ja, dit wel, dat daar, dat is wel namaakbaar. Dat is ook de intermediair, want wat is dat? Dat is een gestileerde, dat is vreselijk, hè? Een gestileerde kwaststreek. Die zwarte, hè?
Dat is, ik denk, zoals in zo'n stripverhaal, als er een kunstenaar, dan wordt die, schilderend neergezet. Met zo'n gestileerde design. Ja, vreselijk, hè? Een designkwaststreek. Ja, deze daartegen, dat merk je, die onttrekken zich aan dat idee van, design. Dat is, eenmalig. Dan komen we, aan de rechterkant. Dat is, nog nauwelijks naar onze aandacht aan het vragen. Dan denk je, oh ja, ik heb wel gezien wat het is. Dat is, vreselijk, Weet je wel, zo'n lijst alleen al van bamboe. Wat een cliché. En denk, zo'n Chinese vaas. Zo'n optelsom van allemaal, een beetje zoals we net, het vrijheidsbeeld, identificeren op grote afstand. Zo zijn we eigenlijk naar nauwelijks gegrepen door, het rechte. Maar het rechte is misschien wel het meest gecompliceerde. Want wat is het eigenlijk? Wat is het eigenlijk? Nou ja, we zeggen nu, het is een stilleven. Notabene ook eens een keer op zo'n tafel, hè. Hoort ook helemaal bij. Maar ja, kijk naar die tafel, we komen net in moeilijkheden. Hadden we net bij René Magritte ook, dat hoekje. En was het daar dat het hoekje doorliep? Hier daarentegen van die tafel, loopt het hoekje niet door. En begrensd schijnbaar, net dat beeld, de lijst, dat beeld. Hier op deze plek houdt het ineens pardoes op. Pardoes op. Wat is het? Wat is het? Een spiegel. Een spiegel. Een spiegel van, nu zien we het, hè. Als je nu kijkt, dan denk je, oh ja, dat is de werkelijkheid. We kijken hier, dus waar dit, dat aandachtig naar ons bezig hield met de vraag naar over, wat is werkelijkheid? Zijn we, aan de rechterkant eigenlijk gewoon voorbij gaan, omdat we werden bepaald door de gedachte, dat kennen we wel. Dat hebben we wel gezien, daar kunnen we, makkelijk, hoeven niet te veel aan. Maar nu ineens, ik zie Tineke nog kijken, wat iemand denkt, hoe zit dat nou, hè? Hoe zit dat nou? Zo'n vreselijk cliché, maar nu gaat het niet meer om wat je ziet, maar nu gaat het eigenlijk om hoe dat in beeld is gebracht. Waar je denkt van, hey, wat is nou... je ziet dus een reactivering van de werkelijkheid. Daar hebben we eigenlijk met Hamilton een beetje kennis mee gemaakt. En dat zet zich als een onderstroom voort in alle kunst van de popart. Is dat steeds weer een terugkerende grootheid. Nou, even dan de volgende, dat is Jasper Johns. En ik heb voor dit moment nog één keer weer geverifieerd, John. Leeft de man nog steeds? Maar dat wordt bij deze wat oudere heren uit de popart, wel een... Rauschenberg is net al een tijd geleden overleden. Maar John staat nog steeds alive. Of die kicking is, weet ik niet, hè. Maar hij is nog steeds actief. Nou, niet zo lang geleden... Maar je begrijpt natuurlijk een ander regime heeft. Obama hem nog ooit een hoge onderscheiding gegeven. Voor de sporen die hij heeft verdiend op het terrein van de schilderkunst. Nou zie je meteen beamen dat Jasper Johns ook misschien wel het meest in aanmerking kwam voor een presidentiële onderscheiding. En dat heeft alles te maken met een van zijn eerst bekende schilderijen. En dat is dit Johns. Ze is net wel iets jonger dan nu, hè. Maar dit is dat schilderij. Dat schilderij. Zou je bijna kort door de bocht kunnen denken, ah ja, dat is de reden waarom Obama hem die medaille op zijn borst spelde. Want Johns heeft tenslotte, zeer patriotistisch heeft hij de Amerikaanse vlag. En dan komen we eigenlijk op dat belangrijke punt. Wat heeft hij eigenlijk met die Amerikaanse vlag gedaan? Ja, we roepen onmiddellijk geschilderd. En onmiskenbaar, kom maar eens even mee. Kijk maar eens met je neus op dat schilderij. Geschilderd, nou ja, ik zou zeggen, onmiskenbaar geschilderd. Johns, we komen er zeker nog even over te spreken, dat wordt dan toch een beetje volgende week, hè. Maar Johns schildert met was. Schilderde met bijenwas. Dat heet akoestiek, heet dat. Met bijenwas. Wat betekent dat daarmee kunnen schilderen? Dat betekent dat je je penselen moet verwarmen. Anders blijft de was gewoon, was. Eenmaal verwarmd, kun je daar, wordt het wat vloeibaarder. En het mooie daarvan, als je dat mooi vindt, is dat als je zo'n streek zet, kun je je wel voorstellen, hè? Dan stolt als het ware, ja, welke verf doet dat? Maar dan stolt de verf als het ware terwijl je beweegt. Dan krijg je dus, als het gaat om dat schilderen, iets heel schilderachtigs. Ik laat je het nog even kijken, iets heel, heel schilderachtigs. Dus ja, ik zou bijna zeggen, er is geen mooiere vlag dan de vlag van Jasper Johns.
Dus one of a kind. En tegelijkertijd denk ik dat in 10.000 fouten, ik denk dat overal in Amerika zichtbaar. Het is, ik denk misschien wel het bekendste beeld wat je kent. Ik denk dat ogen dicht, ja, het vrijheidsbeeld zie je. Maar ik denk nog veel, ik denk direct en precies, zie je meteen de Amerikaanse vlag. Die kun je als het ware, ik denk dat, uitspellen. Dat is dus absoluut niet, ik denk dat iets wat je, ik denk, zou willen gebruiken als, ik denk, onderwerp van je schilderij. Liechtenstein gebruikte, ik denk dat, het stripverhaal. Dat was al een beetje een affront in de richting van, ik denk, de schoonheid. Hè? Maar dit heeft helemaal niks om handen. Het stelt helemaal niks voor. Het bed van Rauschenberg stelde al niet zo heel veel voor. Maar dit schilderij stelt helemaal niks voor. Nee, het is, ik denk dat niet, het stelt niet iets voor. Het is. Het is in één opslag, ik denk dat het een en het ander tegelijkertijd. Het is een schilderij, onmiskenbaar. Hè? Nog een keer. Het is een schilderij, absoluut. Het is, ik denk dat, zeg maar, het mooiste wat je op het schildergebied kunt denken als het gaat om kwaststreken, dat houdt zich een beetje op in het huis van, ik denk, de wasschilderkunst. Kun je de meest prachtige dingen. Ja, Johns maakt daar, ik denk, dit van. Dat mag een mooi moment zijn om even af te sluiten. Ja, een beetje een soort een cliffhanger zou je bijna. Ik kan me voorstellen dat volgende week de klas helemaal leeg is. En dat je, oh nee hè. Gaan we daar uitdenken met de Amerikaanse vlag uitdenken. Beginnen, is dat nou uitdenken het onderwerp? Maar ik hoop eigenlijk, maar doen omgekeerd hè. Dat je daardoor uitdenken, door dit uitdenken ook naar de nieuwsgierigheid geprikkeld voelt. Dat je denkt, goh. Ik wil eens weten wat die Jasper Johns uitdenken dan uitdenken dat ten eerste bepaalde. En waarom hij, ik denk, naar het Capitool mocht komen, ik denk, nee, het Witte Huis mocht komen, om daar, ik denk, dat, een hoge onderscheiding te ontvangen voor, ik denk, zijn oeuvre. Nee, het is pigment. Het is pigment. Je maakt, je kleurt eigenlijk net, zoals, sorry? Ja, de poeder, ja, met pigment, ja. Dus kun je het gewoon, ik denk, in oplossen. Je kunt wel wat in het intermediair, je kunt... Ja, zeg maar een soort pasta van maken en dan vermeng je het al een beetje. Maar dat kan ook. Ja, maar je kunt het nou, ja, echt puur poeder, ik denk, moet je een beetje mee oppassen. Je moet een beetje met water aanleggen of whatever. En dan met ja. Ik heb het geprobeerd, maar... Ja, dat is echt nou, dat je denkt, waar doe ik dit allemaal voor? En wat levert dat op? Ja, je moet het wel kunnen. Ja. Ja, door ze, denk ik, net letterlijk te verwarmen. Dus gewoon een verwarmd stokje. Dus dat is niet zomaar, dat is echt gereedschap, hè? Dat is niet een varkenshaaspenseeltje van de HEMA. Dat is, denk ik, dat... Goed, we gaan even de tafels. Ja. Wat zeg je? 55. Oké. Nee, omdat het zijn maar 48 sterren. Ja. Goed geteld. Ja, goed geteld. Heel goed voor je. Ja. Komt die historicus een beetje bovendrijven, hè? Maar toen werd Alaska nog niet meegeteld. Denk ik, hè? Ja, denk ik. Ja. Nou. Ja. Als er nog eentje zo. Ja. Nou, goed opgelet, jongen. Zeg, goed opgelet. Ja, ja. Ja. Ja, ik dacht 6 keer 8, 48. Ja. Dat zit op 50 staten. Ja. Moet ik jullie nog even assist. Dat sluit heel op elkaar. Ja, oh ja, als het maar een beetje zo staat, hè, ik bedoel. Nou, best wel iets van activiteit. Hè. Ja, zo is het maar, hè. Zo is het. Jammer. Maar online kun je wel kijken, hè. Oh ja, maar ik weet niet of dat werkt. Ik ken het niet. Nee, werkt zeker.
Ik heb iemand gehad die een hele tijd, na een half jaar in Parijs zat. En die volgde de cursus online. Ik heb alleen maar mijn telefoontje, ik heb er geen computer meer. Ik zal het proberen. Kijk. Ja. Ik zwaai wel even naar je. Ja. Ja, oké. Ik stuur de code, dus daar elke maandag. Dus. Moet kunnen. Ja, ik denk het wel. Ja, die man die had ook inderdaad niet zo heel veel thuis, maar dat ging goed. Ja, tot volgende week, hè. Hoi. Ja, ik ben benieuwd. Ja, laat me wat horen. Als je verbinding hebt. Dank je. Ja, hé, hoi. Zo, nou, dat was... Ja, ook nu weer niet naar de hele lessen. En je merkt dat het lukt gewoon niet om de lessen uiteindelijk in die zin... Volgende week gaan we een klein stukje door. Het idee was uiteindelijk natuurlijk aan architectuur. Komt ook aan bod, hoeven we net verder ons niet net geen zorgen over te maken. Maar het is nu te jammer en ja, ook uiteindelijk niet helemaal correct om dit schilderij of überhaupt Jasper Johns te laten liggen. Dus bij deze. Volgende week gaan we gewoon verder met waar we nu zijn blijven steken. Alvast fijn weekend en dan zien we elkaar dan. Tot volgende week. Hè. Hey, dag.